Jawel, dames en heren. Jawel, jawel, jawel. Normaal gezien ben ik nu live. Normaal gezien wel. Dat is toch wel de bedoeling in ieder geval dat ik nu live ben. Zou het ook wel leuk zijn als ik effectief live ben. En dames en heren, goed nieuws. Want ik even kijken, ben ik wel degelijk live? Even kijken. Dames en heren, goed nieuws. Want ik ben live ook, dames en heren. Welkom terug in deze nieuwe livestream. Vandaag doen we uiteraard wel Future Roleplay. Natuurlijk, Future Roleplay. En vandaag gaan we proberen om... om gewoon weer al van die crimineel te pakken, dames en heren. En... met vandaag eigenlijk niet uitzonderlijk, maar misschien wel crimineel met pistols. Is ook eens leuk, hè, met pistols. Je moet niet altijd AK's zijn of shotguns of eens een keer pistols. En volgens mij is ook het meest gebruikte wapen een pistol in de stad. Dus de kans is groot dat we achter een pistol aan gaan dan achter een AK. Een AK is niet altijd het geval. Meestal is het een pistol of zo. Dat is toch het. Ja, ik zeg het, volgens mij het vaak gebruikte wapen in staat. Volgens mij is dat, is dat een pistool. Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Maar dames en heren, welkom in deze nieuwe livestream uiteraard. Welkom. Ik merk dat de meldingen heel niet werken eigenlijk. De meldingen werken totaal niet, zie ik nu. Maar welkom alsnog bij deze, bij de livestream. Ik deel wel heel snel mijn stream natuurlijk. Want ja, als de meldingen niet werken, moet ik het zelf natuurlijk maar fixen. Dus ja. Oh, dat is mijn advertentie op mijn eigen livestream. Leuk weer, gezellig. Maar dus even eerst mijn stream delen in mijn Discord-server natuurlijk. En ook in de Discord-server van Future Roleplay. Let's go. Gedeeld bij deze. En ook delen uiteraard in de Future Discord natuurlijk. Hè. Belangrijk met content. Ziezo. En dan schrijf ik uiteraard weer. Ik ben weer... oh, ik ben weer live. Ziezo ze. Bam. Bam. Top. Gefixt. Nice. Toppie. Maar dames en welkom. Like vooral. Ik ga ook voor eerst nog een like polletje maken. En de like counter in beeld plaatsen uiteraard. Even meteen fixen de like counter. En jongens, weer al de abonnee counter. Die werkt weer al niet. Het zegt nog altijd dat ik 0 abonnees heb. Ja, heel raar. Echt, ik kan dat eens getonen aan jullie hoor. Als mensen die me niet geloven. Maar kijk hè. Ik zal even de abonnee counter aanzetten. En het staat echt... het zegt gewoon dat ik 0 abonnees heb. Kijk. Kijk, die zegt 0 abonnees heb, dames en heren. Dat klopt hopelijk niet, hè. Ik zou het heel niet leuk vinden, moest het wel kloppen. Maar ja, het is heel raar. Het is gewoon dat ik 0 abonnees heb. Dus daarom dat ik momenteel zonder subcounter livestream. Maar nogthans zitten we echt heel dicht bij de 11k. Want we moeten nog maar, en dat is echt geen grap, we moeten nog maar 23 abonnees hebben voor de 11k. En dan heb je natuurlijk weer 12 uur live, dus abonneer zeker. Deel vooral, like vooral, subblief. En kijk vooral, dames en heren, belangrijk, hè. Belangrijk. Maar dus ik zei het, ja, heel raar, die abonneetellen dat die op 0 blijft hangen. Heel vreemd. Misschien iemand de oplossing weet, maar ik heb oprecht geen idee wat ik daarin kan doen. Maar, dames en heren, welkom. Welkom naar Piet, die ziek is. Ah, is niet heel fijn, Piet, maar zeker welkom. Welkom naar Julius, of Julius. Welkom naar Jeroen, welkom naar Varos, welkom naar Rick, hallo. Ik zei het, de meldingen werken niet echt, om zo te zien. Helaas, maar ja, wat doen we daaraan? Welkom naar Latswepen, welkom naar Michael, of Michael, welkom. Een nieuwe nieuw van DSI. Ik heb nog geen nieuws van de DSI. Nee, het is nu een week geleden sinds mijn laatste dienst. Mijn laatste dienst was... was dat zaterdag of was dat vrijdag? Nee, volgens mij was de laatste dienst vorige week vrijdag. Dus de vorige vrijdag. Ja, de vorige vrijdag. Dus dat is nu een week geleden. Dus ja, is het goed nieuws? Ik weet het niet echt of dat goed nieuws is. Het is in ieder geval al niet zo dat... ja, ik ben sowieso niet de persoon waar ze bij de leiding zeggen, ah ja, en nu komt Robin. Ja, wat doen we met Robin? Wordt de DSI? Dat is niet meteen, ah ja, sowieso. Nee, dat is dan niet, dat merk ik al dat het niet zo is. Want anders zou het geen week duren. Volgens mij is het een gevalletje van, Robin de Donder, wat doen we ermee? Volgens mij is het een gevalletje zoiets. Dus, maar we zien wel, jongens. Het is een week geleden, I know. Maar ik zeg het, ik heb echt geen nieuws. Ik kan jullie echt helemaal niets vertellen. Ik weet oprecht evenveel als jullie... ik heb totaal geen nieuws van de DSI. Het is echt... ja, ik heb echt geen nieuws. Ik wil het graag vertellen, maar ik weet zelf ook niks. Dus we zien het wel. We zien het wel. Maar dames en heren, welkom in ieder geval. Moest nog iets doen? Nee, denk ik. Nee, was het, hè? Nee. Hebben we nu basistraining? Lijst man, hepa. Basistraining. Begon bij de Kamar, jongen. Hepa. Let's go, man. Goed bezig. Maar bij hem zit natuurlijk ergens op het politie-AB, jongens. Ik weet zelf ook niet waar. Volgens mij zit... wat is het hier? Volgens mij zit de verhoorkamer. Ah, nee. Ah, je maakt je de foto. Ja, oké, okay, maak je de foto. Daar ben ik momenteel. Ja, daar moet je naar binnen gaan om foto te maken.
Even kijken, waar kom ik hierop uit? Ah, oké, okay, bij de lift. Maar ben je in dienst, dan moeten we dat trap nemen. Ja, dat is wel saai eraan, vind ik. Of ik kan via de garage gaan. Volgens mij is hier een garage. Nee, ja, ik ben in de garage. Ja, toch, heel vaak dood. Misschien daarom. Yo, Robin. Heel vaak dood. Hoe bedoel jij nu weer dat? Yo, chef. Toch? Nee, is niet chef of wel? Chef? Ah, secondje, ja. Ik dacht dat je verkeerd aan het praten was. Wat zeg je? Yo, man. Yo, Jeff, hoe is het met jou? Yo, man. Goed, goed, goed. Ja, top, hè. Top. Zeker. Wat rang ben je, brigadier? Ik ben brigadier, ja. Sinds november. Robin! Het is al een tijdje. Yo. Al 4 maanden tussen. Ik heb een vraagje. Ja, vraag je maar. Robin is mijn beste, ja. We hebben een advocaat. Ja. Jij bent... Evra, jij weet het allemaal wel. Oké. Lars heeft een geklokte 180, dus dat is een rijbewijsinname. Ja, in ieder geval omdat het boven de 50 kilometer is. Klopt, ja. En dan zeg je advocaat, op welk artikel neem je mijn rijbewijs in? Weet je, er is geen artikel in het wetboek. Er is geen artikel in het wetboek. Dus omdat er geen artikel over is, mogen wij daar geen rijbewijs in nemen, klopt. Ze. Nee, klopt, dat is. Er is dus geen je artikel, mag dus geen enkel rijbewijs innemen als iemand te snel rijdt. Volgens advocaten wel. En dat vind ik echt heel naar. En wie was die advocaat? Dus dat moet je even aankaarten bij Joel Petersen, Cassandra en nog iemand. Cassandra? We zijn daar moeilijk over? Ja, dat is heel moeilijk over. Heel raar. Ik heb echt nog nooit een artikel gegeven of een artikelnummer. Ja, dat de meeste mensen geen advocaten daar niet om vragen. Nee, klopt. Veel advocaten doen gewoon weer dat, weet je wel, dat documentje dat we hebben, maar sommigen gebruiken ook echt het wetboek. Wat ik wel snap, want dat wetboek is wel correcter, maar het ding is, als er geen artikel is, kun je hem er ook niet op veroordeeld, dus daar hebben ze ook gelijk in. Maar hoezo nog steeds, MD? Wat bedoel je? Ben ik vaak dood gegaan dan? De hart is gewoon rijbewijsinname, maar ja. Mijn laatste dienst één keer dood gegaan. Hey, ik ga weer door, ik moet naar winkel. Met Tom. Tom is ook dood gegaan. Dus wat bedoel je dan, dat ik vaak dood ga? Ja, ik ga lekker in dienst, chef. Is goed, maat. Dus ik zie dat ze alleen nodig hebben. Je mag lekker routes gaan rijden, jongen. Ja, gezellig. Maar op zich, weet je, het is oprecht. Ik zeg je eerlijk, het is echt nog wel handig, man. Want je kunt ik heb ook een route gereden. En zo, dus. Weet je, ik zou je aanraden, rij route C. Dan rijd je nog een beetje door de stad, weer nog iets te doen. Ik heb ook een keer route C gereden. Ja, daarom C is dat zijn gewoon zo de snelwegen in de stad, eigenlijk. Hè. Klopt, dus die A4 een beetje en dan de A5. Ja, klopt. A7. Nee, A7 niet. A5. Het zijn aan de munten. Ja, Lucky, dan kan ik geen uitslag. Maar zeg je vlak. Maar ik moet er even tussen nog training aan geven. Dus Is goed. Yo. Nou, we gaan in dienst. We moeten even langs de bovenkant erin gaan. Je zal blijven aan zoeken hoor, wat de beste manier is om naar waar te gaan. Want het irritante is, je kunt de lift niet gebruiken op het gelijkvloers. Maar het gelijkvloers is wel de plek waar dat je moet inklokken. En dan moet je, ik vind het een beetje, ik weet niet. Het is echt nog zoeken wat de beste manier is om ergens te geraken. Oh, is dat niet dicht? Oh, oké. Dus ben je geen DSI? Ik heb nog geen uitslag gekregen. Ik heb nog een uitslag gekregen van DSI, dus het is nog afwachten. Het is nog volle spanning afwachten. Eens even kijken. We gaan even inklokken. Maar je kunt eigenlijk van de achterkant niet echt makkelijk hierboven geraken. Of je moet via de trappen gaan, maar ik weet niet. Ik zou blij zijn als ze beginnen aan de risico's hiervan. Want het is nu allemaal nog een test eigenlijk, hè, voor de FPS en cetera, voor de stad. Of de stad wel super loopt met dit grote gebouw erbij. Dus hopelijk beginnen ze snel aan de reskin en aan de alles wat toegankelijker te maken. Want ja, die liften die werken niet hier gelijkvloers. Ja, het is een beetje vervelend, maar het gaat nog. Ik ga hem dienst melden trouwens. Ja, belangrijk, hè? Je moet hem even dienst melden. Zeg je flakje, dames en 10 likes. Ik ga even een polletje maken, dat is ook wel waar. Ja. Of nee, ja, een polletje. Yo. Kan ik u helpen, meneer? Ja, was er toevallig echt 10 minuten terug of zo werd er in de port over jullie gezegd dat er een B-klasse achter een MK7 aan zat? Oh, ik ben nog niet in dienst, dus ik ben echt... Ik sta op punt om dienst te gaan, dus ik heb de mond er geen weet van, sorry. Oké. Want ik heb dus blijkbaar... hoe dit? Ik had even met de god gesproken, wat ik dus heb gedaan mag eigenlijk niet. Alleen ik heb geen zin achteraf gezeik. Ik wil het eigenlijk even onderling oplossen met de agent die achteraan zat. Ja, oké. Okay. Weet misschien met u er wat meer van? Nee, man.
Welke god was het? Dat weet ik even. Ja, hij had wit haar. Alleen ik weet, hij zei zelf tegen mij onderling oplossen met de agent. Dus ik probeer nu even die desbetreffende agent te vinden. Die tuk zo meteen. Niet dat die iets. Oh. Even kijken. Dat ook makkelijk. Oké. Okay. Even niets melden. Dat ging ik doen. Ja. Ik ben dienst melden. Kut, je is niet op HB. Wie is het dan eigenlijk? Ik weet niet hoe hij is, man. Maar... Okay. Ik ga me in dienst melden, dames en heren. Dat is natuurlijk belangrijk. Eens even kijken. In Discord. Rustig blijven. Ja, oké. Okay. Future overheid. Elab, wat komt jij hier doen? Dankjewel, Arnold, te abonneren, alsjeblieft. Ik heb iets groter plaatsen, trouwens. Ik ben er redelijk klein staat. Dankjewel, te abonneren, man. Alsjeblieft, dankjewel voor je abonnee. Ook een support even, want het is nog niet midden, die donderbalk. Maar ja. Nice. Ik ga hem niet meer, dames en heren. Like vast, alstublieft. Nog 9 likes nodig voor de, voor de 20. De rijkste persoon ooit. Nee, ik ben niet de rijkste persoon ooit. Nee. Dat zijn echt wel rijke mensen. Dat is 100% waar. Ah. Ik ga me in dienst melden. Opkom is Lucas. Oké, let's go. Daar gaan we. 42-0, Visa dus 0. Hoppa. Welkom in dienst, standby. Standby. Heb jij een voorkeur? Een SIF zou gewenst zijn. Doe maar dat die 16 op een SIF geven richt, staat 7. Oké. Okay. Ja, ik mag de volgende met een grijze Taycan. Oeh. Meest werkt arena, waarschijnlijk kan jij je meteen aankoppelen. Ja, positief. Let's go, meteen aankoppelen, laat je volgen. Oh, staat dus 4. Oh, dat is echt sad. Op een moment 16k. Ja, maar Arno, ik had zelfs meer gehad. Ik heb vorige week nog. Deze week heb ik 500k weggegeven aan. Aan Piet. Dus ik had eigenlijk nog meer gehad. Welke politiecollega's het net achter een blauwe MK7? De collega's. Zonde wel dat ik net niet kan aankoppen, dat is 4 al. Maar welkom Arno, welkom bij mijn HB, kanaal. Die wil afgehandeld worden. Aangezien dat er een god boven is gekomen. Ah. Non, als je dan even kan komen. Ja. Moet ik even slepen of? Hoppa, let's go. We gaan even auto nemen. Ik moet even de status kennen en nog één scenario doen en dan ben ik klaar. Hey, nice, Parels. Status, ik weet niet of er even verschil is bij Kamar. Want ja, ik ben nooit Kamar geweest. Maar bij politie zijn ze redelijk duidelijk. Is mijn logistiek training gaande. Hey, logistiek training, dat is wel leuk. Dat is mij echt al jaren geleden, echt geen grap. Logistiek training. Hey, dag Marco, welkom. Dat is hetzelfde. Oh, dan komt het wel goed. Dus even wennen. Maar alles. Dus maar alles even wennen. Ik heb wel, want we moeten altijd routes rijden. Ja, dat is nieuw. We moeten nu routes rijden. Dus ik mag niet zomaar liggen rondrijden. Ik moet altijd een route aannemen. Ik moet ook in Porto 4 zijn. Ja. Maar zit er nog iemand in zitten? Nee, gaat staan cynisch, iemand die wil ik er ook op zich wil nemen. We zijn er weer. Wie zit er allemaal in Porto 4? Wat zijn dan die mensen gek? Huh? Steek je daar maar lekker in dan? Nou, dat weet ik al niet. Nou, zitten mensen, kan maar mensen zitten in onze Porto 4, waar we aan het instemmen. Nou, dat lijkt niet, hè? Dan eens even kijken. Mededeling. Ja, maar ja, we moeten een route aannemen, maar er zitten mensen al in die Porto, dus we kunnen dat niet doen. Ja, eens even kijken. Ik ga eens kijken naar een route. Route A, wat is dat? Route A is van de A2 naar de N4. Naar de N54, naar de A1 en naar de N42. Ah, oké. Okay. Maar dat is eigenlijk gewoon. Maar eigenlijk is het op Mevel Kamar. Ah, oké, okay. Dat is eigenlijk gewoon. Paletto en Sandy. Nou, dat kunnen we even doen. We kunnen even route A pakken. Dat is goed, dat doen we even. Route A, let's go. En ook naar Daan, welkom. Yo, Daan, hoe is die kerel? Je bent terug hier bij de politie, hè? Nice, hè? Ben ik blij dat je terug bent. En ook Gerb is ook teruggekomen bij de politie, dames en heren. Mensen die bij de vorige stream waren weten dat Gerb ontslagen was, natuurlijk. Maar hij is teruggekomen vandaag. Alleen geen leidingfunctie meer, hij is brigadier. Dus ja, hij heeft wel een downgrade, maar. Gelukkig. Ja, positief. Ja, is hij natuurlijk wel terug. Met brigadier. Maar met alleen wel geen Zulu meer en geen leiding meer. Maar ja. Vanavond. Ik denk dat we wel blij zijn dat hij zijn leidingfunctie teruggeeft.
Ja, we pakken even jongens de A1, hè. Dat is goed, de A. Die moeten wij aannemen. We gaan even rijden daar, hè. De 21.02 gaat bij deze ook staat steen. Fijne avond, iedereen. Fijne avond. Fijne evening. Ik ben blij dat ik dat die Gerben terug is. Ja, ik ben ook blij, Piet. Gerben, ja. Ik ben wel benieuwd wie de nieuwe leiding wordt dan. Ik denk... Als ik mag gokken... Denk ik... Oh. Ik denk... Pila. Want als ze nu weer een hoofdagent... als ze nu weer een hoofdagent leiding maken... Ja, dan gaan echt mensen kwaad worden, denk ik. Yes, welkom in dienst. Dan mag je plaatsnemen op de... De vorige keer hebben ze 3 hoofdagenten leiding gemaakt. Terwijl er gewoon brigadiers waren. Ah, dat mag op de 37. Maar stel, ze gaan nu weer een hoofdagent leiding maken. Ja, dat zou wel... Ja, dat zou wel... Ja... Pittig zijn. Nou, dat denk ik wel. Dus ik denk Pila, dat is... Allee, jullie kennen misschien Pila niet, maar dat is een collega. Een mede-brigadier, ook al heel lang brigadier is trouwens. Ook al heel lang brigadier, dus... Wat meer maken. Ze moeten toch gewoon mensen promoveren naar inspecteur, auto-inspecteur en zo leiding te worden. Nee, ja, bij ons is dat niet echt. Ja, met noodhulp wel, dan zijn gewoon meer mensen. Bij mijn LE hebben ze letterlijk 3 hoofdagenten... zo, was hier. Hebben ze hoofdagenten... Hebben ze leiding gemaakt. Alleen niet erg, hè. Die mensen verdienen dat, hè. Zo, goed. Ja, lekker, man. Maar ja, dat is wel... Tijd voor de brigadiers, ja. Maar ja, we zien wel. We zijn like Roos. Roos? Zij? Waar zijn ze naar terug eigenlijk? Of hoe lang is zij terug? Ja, hoe lang is zij terug? 2 maanden of zo nu? Wacht. Wat is Roos dan van een ding dan? Welk rang is zij? Of Kim, dat zou ook nog goed kunnen, hè. Kim? Dat kan ook nog, hè, dat Kim dat wordt. Maar Roos, is Roos überhaupt wel dienst infra? Of steek ik nu zo? Ah, die staat natuurlijk helemaal boven, laat maar. Die is ook hoofdagent. Ah, die is al even terug, die is al 4 maanden terug, joh. Oh, oké. Okay. Ja, we zien wel. In ieder geval niet, ik weet in ieder geval wel dat ik niet echt leiding ga worden, denk ik. Omdat ik heb gewoon geen second job meer, hè. Dat ze mij hebben ontslagen bij werf en selectie. Onterecht nog steeds, ja, ik vind dat onterecht. Ja. Ja, omdat ik geen... Allee, ik denk... Dat ze gaan natuurlijk kijken van, ja, wie doet het meeste voor het korps? Nou, ik heb geen nevenjob meer of neventaak, dus gaan ze mij niet als leiding maken. Denk ik. En dat is ook terecht, hoor. 100% hoor. Dat is ook terecht dat ze mij geen leiding maken, omdat ik geen neventaak meer heb. Dat is 100% de juiste denkwijze. Ik hoop eigenlijk van de zaak. Ja, een oprode van ons. Roos is ook eens een keer leiding geweest, ja. Bij leidingen werd Roos opzij gezet, als er eentje weggaat. Echt? Bij maar Roos was er net terug toen, eigenlijk. Dat vind ik wel een beetje zo... Een beetje, dus ik, ruiken naar... vriendjes. Want iemand zoals Pila of zo, of Kim, die zou ook leiding verdienen, hè. Wie waren dat? Dan sleep ik jullie anders wel even. Wie waren dat? Niet dat Roos het niet verdient, hè. Dat bedoel ik niet, maar... Ik zou eerder naar Kim kijken dan naar Roos, omdat Kim gewoon al heel lang bij is. Wie nog meer? En omdat ze even neventaken heeft. Alles. Ik kan Robin leiding maken, ja. We zien wel, maar... Ik leiding, dat gaat niet snel komen, denk ik. Wordt geschoten ergens. Oh, wel dichtbij, hè. Powerplant. Wat wil hij dan doen? Wat is zijn bedoeling? Wat is zijn bedoeling? Nou, ik heb echt geen idee wat zijn bedoeling was. Nou, ik heb geen bedoeling. Allemaal die op dit moment bij de Oostpost staat, kan je even wachten. Die auto die nu achter je staat, iemand in het voertuig zegt dat hij op dit moment wordt ontvoerd. Oh ja. Welke die Taycan? Hey, welkom naar Gettike, welkom. Hoe is de kerel? Er staat 6 aan de Audi A6 die net bij Rosso Dino reed. Geen bericht?
Ja, we zitten momenteel achter een Taycan aan. Jij rijdt er bijna bij. Rijdt richting Palito. Zwarte kleur. Is vernomen. Koppel aan. Kan een prio voor ons gemaakt worden? Is die allemaal ook voor ons? Een woninginbraakalarm. Oh, ik kreeg eens keer een woninginbraak. Wat was de locatie? Palet was in het? We rijden nu weer terug richting IKEA. Oh, oké. Okay. Zwarte Taycan. Palet al, ja, maar... Wie is degene die hier nu in de Porto komt? De Amarok? Ja. Ja, ik moet in Porto 1 blijven. Hij gaat de afslag, neemt hij. Gaat hij rechtsaf richting... Oh ja, Sif heeft ook zicht. Ik zal... Maar, Help mij, help mij! Hij is gecrashed. Stap in dan. Of waar is hij aan? Een doodserieus, hij probeert mij te ontvoeren. Appie, stap in. In die ronsen. Wow. Niet instappen. Help mij, politie. Even doodserieus. Holla. Even aan de kant blijven, meneer. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Zo, hij heeft een dikke hoed op, maat. Zo, goedemiddag. Waar is de kerel naartoe gegaan? Is hij weggelopen? Waar is de kerel? Hij is weg. Oh, rip. We got him, maar zo heel snel. Hij was gewoon gecrashed, dat is wel pittig hoor. Hey, nice man, Michael, bijna jarig, let's go. Waar ga je worden? Hier niet, misschien in de auto. Je bericht? Was die mij? Heeft hij iets op zak, die meneer? Ja. Ah. Gaan controleren. Kijk, kan je de kofferbak even open doen? Ja, laat de wandel, jong, kan niet hebben. Doe ik hem open voor. Waar is de keer naartoe gegaan? Hij is weg, denk ik. Met goden oplossen, man. Ja, dat is niet ons, dat doe ik ook. Hé, hey, dankjewel, man. Dank jou. Sowieso even je masker afdoen, ja? Ja. Is een maskertje. Hey, Robin, ja, gehoord. Yo. Welkom in die... Oh. Hey. Niet aanhouden voor de politie? Ja, man. Of? Ja, nee, sowieso al weg. Waarom wordt hij niet aangehouden? Ja. Is dat niet waarom het niet wordt aangehouden? Wel een woninginbraak of een wooninbraakalarm. Ah, net wanneer ik in dingen zit, hè. Ik wil eerst meemaken, woningalarm. Nou, helaas. Nou, dan gaan we verder met de route, hè, jongens. We moeten even naar hier. Dan gaan we eens route verder. Met de A-route. Ah, nee, ik rij al verkeerd. Ik moet de N42 nemen. Dit is niet de N42. Dit is de N42. Jazeker. Han, kom eens uit. Let's go. Welkom naar Servi, welkom. Hallo. Niet aan te passen. Hoe is de kerel? Welkom. Welkom bij de livestream van mij. Ja, van mij toevallig. Krijg een melding. Hey, car dealer. Die niet open is. Help mij. Er slaan mensen ons en in elkaar en bedreigen ons en we hebben hulp nodig. Sterkte zou ik zeggen. Zo. Die met een A rijden. Hadden we mijn aandacht trekken? Denk het wel. Nou, te laat. Ik had het laten zien. Ik die moet zijn PM. Die moet zijn PM bekijken. Ik kan live niet bekijken. Als ik account ga, vind ik geen live terug. Oei. Dat is raar. Misschien even in en uitloggen. Dat is heel raar. Timo kan niet aan de stream niet kijken. Dat is echt heel raar. Het is wel aan hem, want... Livestream van 91 Lero. Ja, zeker. Ja, hij kan mijn stream niet kijken, Timo. Maar... Dan moet even een ander kanaal zo proberen of je andere kanaal kan kijken. En als dat alleen bij mij is, ja, dat is wel heel apart dan. Het zou heel raar zijn als hij alleen mij een ding niet kan bekijken en de rest wel. Dat zou ik raar vinden, maar anders is het, ja, als hij echt niemand kan bekijken, ja, dan moet hij zelf, ja, dan is er iets met zijn account of zo. Ja, niks vandaag momenteel. Ik wil mijn FPS, die vind ik wel fijn, meteen over de stad. Is de FPS soms, ja, niet echt optimaal natuurlijk, hè, in de stad.
Maar hier buiten staat dus meestal wel... Is wel nice, de FPS, ja. Ja, nog dan 60 nu. 70. Wow. Prima. Wat is hier gebeurd? Volgens mij is hij door de vooruit gevlogen. De vooruit gevlogen? Ai, ai, ai. Hey, Robin. Hey, Robin voor DSI, hè. Wat is dat DSI? Dat ken ik niet, hoor. Oh. Hij is op te redden. Ik ga even ambulance oproepen. Ja, volgens mij is hij door de vooruit gelopen. Ik weet niet zeker. Ineens lag iemand onder mijn. Politie voor de ambulance. Please, somebody. Politie voor de ambulance. Ja, geen bericht. Is er momenteel een ambulance beschikbaar bij de legerbasis in de buurt? Ik ga even kijken wat er gebeurt. Want er is iemand door zijn vooruit gevlogen terwijl hij wou stoppen. Die momenteel de bus stond op de grond. 13-17. Dan melding maken. Is persoon op de Afrika rij nu bij Blok en Parkbank. Ja, dankjewel, ik heb ook een melding verstuurd. Het is bij het tankstation op de A1. Dit is een sleepy lid. Ja, mijn collega gaat hier, komt er nu lang. Hij staat. Hey, op die bodycam. Ja, is van hem super. Ja, natuurlijk. Als mij ziet, altijd, hè. Oeh. Oh, Daan, lid, we zijn weg. Ai, rip. Ja, na een maand is dat natuurlijk gedaan, hè. En ze komen eraan, de ambulance. Yes, dankjewel. Hoop ik eens meneer te redden. Kan je zijn pols nog eens meten, anders? Ik ga even zijn pols eens voelen, ja. Ik voel nog een sterke pols. Het is een beetje aan het verzwakken, maar... Het rennen meer doet wel heel veel. Dat is mooi, meneer. Yo, welkom Alain, hoe is het met jou? Nu is ook een winkel op je bezig. Je bent een gevaar, pijn aan mijn been ben ik ook. Ja, ze mag even naar kijkje gaan nemen. Ik hoop ik zo meteen nog aankopen, dat is echt nice, zijn. Ja, goed toch, Seffi. De politie dan? Wat zegt u? Hoe lang zit jij al bij de politie dan? Ik een jaar en 3 maanden. Morgen exact een jaar en 3 maanden. Wat de status noodverzoek. Dat jij nog geen eerste hoofdcommissaris bent, dat snap ik niet. Yes, welkom. Oh. Het verzoek is goedgekeurd. Het is niet allemaal hoe lang iemand in dienst is, hij moet ook je kwaliteit hebben. Dat kan toch echt niet? Ja, helaas, Van Ros. Jij zit waarschijnlijk het langste van allemaal bij de politie. Maar Mont is hoofdcommissaris wel ook de langste hoor, bij de politie. Wie? Hoofdcommissaris nu, Erik. De korpschef. Die is momenteel al heel lang bij het korps. 7 ben jij beschikbaar. Ja, oké, maar jij bent ook een van de langste, denk ik. Ja, zeker. Hey, welkom Hamza. Ben je moe? Dat kan toch niet? Wat zeg je? Na 1 jaar en 3 maanden, dat je het nog steeds even leuk vindt. 7? Ja, het begint wel een beetje te slijten, hoor. Je moet voor jezelf ook leuk maken. Bank. En het lijkt een beetje vermoeilijk om op een bank overval te gaan. Op een aanbieder heel snel. Ja, kijk maar even. Gaan ze even zijn pols voelen, hoor. Even kijken. In een klein beetje te verzwakken. Ja, ze zijn al in de bank. Een klein beetje te verzwakken. Oh, daar zijn ze al. Ja, super. Ik ga de baan parkeren. Hallootjes. Yes, super. Yo. Meneer is door de vooruit heen gegaan. Vermoeden wij natuurlijk. Ik ben niet heel zeker, maar het lijkt er wel op. Nee, hij stapte bij mij in de auto. Ik rij hier naar beneden ineens. Hij zat erbij. Het is een vriend van u. Ja, het is een mattie. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat u een voorbijganger was. Nee. Ah, zo. Dat zou het fijn zijn. Meneer, kunt u eens bier doen? Oh, sorry. Oh, ik moest er niet bij. Sorry. Ja, positief. Ben even aan het krijgen. Let's go. Nou. 21.04, ben jij beschikbaar? Hey, ik zou oppassen, hè. Dit is een gevaarlijke crimineel. Ja, serieus? 04, kom eens uit. Ja. Hey, hebben jullie toch juist geen achtervolging gehad? Is ben jij beschikbaar voor de bank of V? Ik nog niet, nee. Oh. Ja, net eentje, een kleintje. Ja, dat is genomen. Oh. Een kleintje maar. Ik wil zeggen dat hij dat gewoon is, die hier ligt. Nee, dat was het. Dat was het. De 13-16, ben jij beschikbaar? Positief. Is dan koppel ik jou aan bij Marco. Negatief. Ja, is vernomen. Ik moet even aankoppelen, heren. Gaat goed hier nog? Gaat het in orde, kom hier? Iemand stapt uit. Ah, super. Hey heren, vanavond nog, hè. Dankjewel voor de snelle komst, ambulance. Hey, we gaan naar Ver, welkom. Een assist ambuvoet, hè, nooit te zien. Stap in, David. Mijn band ligt. Hey, we gaan achter je. Wat een bro. Jij moet hier de gordel. Gaat de volgende gaande? Zojuist, locatie. Basic Fit krijgt nu een melding. Oké, Basic Fit is gaan.
Of... jullie nog achter de... Die zit niet in de... Ja, hij stapt uit. Hij stapt weer in. Locatie? Gaat nu richting La Fenta Blanca, kruispunt. Maar... Oeh. Nee. Gaat rechts. Andries, die zit te bang. Oh, nee. Sorry, Wolf. Andries, even aan... Is de achtervolging ervan? Ja, dat is niet... Dat zit wel echt fout, Robin, denk ik. Ja, kan. Ik heb geen idee. Kan je bij Basic Fit de bank even kijken nemen? Ja, positief. Hoe is het een achtervolging die van de bank voorkomt? We zijn nu bij Oud Zonsterrein. Ga links. Geen idee. Casino. Ja. Zit hier vuurwapens. Weer links. Jongens, zitten jullie achter die RSS? Ja, sportief. Oh joh. FPS'je. Rechtdoor richting... Goed midden, hé. Ah. Nou, even naar Bankhof, hé, jongens. Nee, die praten niet door, Shana. Die praten niet, hè. Raadbericht? Jij was nog gesleept voor die bank, hè? Ja, dat klopt. Ik kreeg een melding van Basic Fit. Kan je daar anders een kijkje nemen? Ja, omdat ik ben nu bij AMB. Ik ben er bijna. Moet je ook aankoppelen? Ja, positief, maar als team logistiek, dus daarmee. Oh. Ah, dikke rip. Als er effectief een bank is, dan pak ik al die hek. Zit je meneer? Maar... Ja, maar ik ben 300 meter naar een melding, meneer. Excuseer. Ja, maar u heeft geen sirene aan. Ah, ik heb wel mijn lampen aan. Dus omdat ik even heel snel meldingen heen moet. Als ik met u, meneer. Ik had dat niet gezien vanaf 200 meter. Geen probleem, meneer. Als ik met u. Ja, zeker. Ik wens u nog een hele fijne avond. Hey, super. Vanavond nog, hè. Aju de paraplu. Yo. Aju de paraplu? Waar zit hij nu? Aju de paraplu. Nog nooit gehoord dat iemand dat zei. Nou, lekker hier staan, je hupsa. Zo lekker FPS weer hier in de stad, hupsa. Ben je al bij de bank, Robin? Ja, bijna 100 meter uit. Top, als er effectief een bank is, pak ik die bank. Ja, ik denk wel dat er een bank zal zijn. Zo'n FPS, maat. Goedemiddag. Komt al Amarok buiten? Zo, goedemiddag. Ja, er is wel effectief een bank bezig, ja. Ja dan, ik weet niet welke kop speel je, dus ik ga tegen haar vragen... Ik moet bij deze bank gaan koppelen. Okay. Denk ik hoor. Ik werd hier gesleept. De andere is linker snelweg, man. Is er nog een bank overval gaande? Ja, er zijn twee tegelijk. Oh. Basic Fit is kop op prio 5. Kurt, heb jij weet van een andere bank overval? Want blijkbaar zijn er mensen op aangekoppeld. Ja, kop op prio 5 zegt opkoop. Ja, dat zou gaan om de Basic Fit bank. Ja, positief. Ik sleep ons naar daar, oké. Ja, maar want hun zei dat er een andere bank overval was. De A1 of zo. Ik snap het niet. Nou, ik ook niet. Ik zou even daar aan kijken, maar ik denk niet dat daar iets was. Heel raar, want ik ben gevraagd voor team logistiek, maar... Ah, oké. Ja, jij was toch ook aangekoppeld op die bank? Ja, maar hun zeggen dat er nog een andere bank was. Oh, Jette, wacht even, maatje. Ik kan even niet opnemen. Ja, ze gaan naar proprio 5, want ik ben net bij de A1 gereden en ik zag niet echt recht iets staan bij de bank. Ja, dan gaan we naar proprio 5. Ja, is vernomen. Ah ja, 5, ja. Ik zei 1 maar. Hey, het vond ik een maatje, Jeroen, was heel gezellig, maatje. Wat staat er voor de winkel? 5 gekets. Hadden jullie team logistiek nodig hier? Ook wel. Ja, oké, okay, want het was heel raar miscommunicatie. Maar... Ja, maar er zijn twee banken tegelijkertijd gaan we eentje nacht staan. Oh, huh? Is dan nog bezig? Maar Jetteke, wacht man, als ik niet opneem, dan... Oh, dan ben ik ook tegen een boom aangereden. Jetteke, jongen, als ik niet opneem, moet je even wachten. Ja, dit is Basic Fit, ja. Ja, positief, ik kom met team logistiek. Ja, maar goed. Maar, welke bank moet ik dan zijn? Ik denk dat mijn koppelmaatjes even de stad is uitgegooid. Thanks op te zeggen, wat bedoel je? Zo man, was die druk, jongen. Snel, kom eens uit. Wat de hond? Dat was knipper, hè? Waarom zit zo'n druk hier? Het ziet er niet goed uit, ja. Of bij die linkersnelweg? Nou, ik heb gemeld gekregen van linkersnelweg, bank, overval. Nee, die is ook niet gestart, maar dat was allemaal op bril, want die hebben wel gewoon een gijzing daar, et cetera. Nou, ik ga even kijken nemen. Ik kom er zo aan, mijn moeder. Dit is heel raar, man. Ja, toch. Ik heb even prio 1 of zo dan. Ik heb echt niet wat de mond te gaan is. Zijn er echt twee banken gaande, of? Dan ga jij bij A1 bank, hè? Gijzeling of zo?
Ja, maar ja, iemand belt mij, dus ja, dan komt er mijn beeld, dan kun je niet meer sturen. 30 fps, zo, ja, in de stad heb ik echt heel erg fps, ja. En ik weet, ik kom laatst met streamen, op hoge kwaliteit. Ja, daar. Erelmaat. Hey joh, meneer. Misschien moet jij je internet even om die wens steken, want je weet dat wij niet heel goed. Wat zegt u? Misschien moet jij je internet een beetje regelen. Dat denk ik niet, hè? Je rijdt gewoon weer op te rijden, man. Ja, goedemiddag. Oh. Nee, mijn auto weer kapot, jongen. Miljarden jukes, man. Ja, maar goed door Hamza. Prima. Maar ze zijn blijkbaar twee bank-OV's gaande of zoiets. Nou, we gaan even kijken bij A1-bank, zeggen ze. Niet snel weg, dus. Nou, kijk daar, hè. Dat ging zakelijk, ja, echt, hoor. Hij is goed, Rick. De volgende keer was hij gezellig. En veel plezier bij je familie natuurlijk, hè. Ja, ik had al oranje lampen, maar nu is mijn auto ook aan het... Is hij nu effectief een bank gaan of niet? Helemaal niemand in de bank. Dus, ja, ik blijf in Koprio 1. ik blijf in Koprio 1. Niks aan te doen. We blijven in Koprio 1. Welk scheldwoord, Hamza? Ah, is goed, Rick. Oh, mei. Oh, is goed, joh, Rick. Prima. Nou, we gaan wel even naar de AMB terug, want... Ja, met geen lampje rijden is niet echt een doel, natuurlijk, hè. En geen lampje rijden. Oh. Hey, welkom, Matthias. Hoe is ie? Nou, we gaan even naar... De AMB terug, want dit is echt geen doen. Oh jongen! Maar hoe ga jij ook opeens de weg op? Oh, ik ben even op mijn mel gegaan. Oh, meneer! Oh. U gaat opeens vol de weg op, meneer! Meneer de politie. Ja, meneer. Ja. Er is net iets gebeurd en die meneer bedreigt mij. Welke meneer? Die man in die RSS. Oei. Dan zou je snel niet verlaten, meneer. Als ik een minuut, meneer. Als hij geen vuurwapens heeft. Heeft hij een brandstof nodig, meneer? Oh. Ja, ik heb van Bans oproepen. Even een melding maken. Maar nee, wat doet jij, joh, politie? Je rijdt zomaar iemand aan, hè? Heb je het zien gebeuren dan, meneer? Maar nee, ik heb het zeker zien gebeuren. Dat vind ik echt heel frappant aan deze situatie. Oh, meneer, heeft u misschien een GPS van mij? Mijn GPS is kapot. Maar nee, dit staat op mijn bodycam, hoor. Graag een ambulance ter plaatse. Oh, er wordt geschoten. Hier is handen. Rijding. Is het Jesse, de president? Meneer, ik heb het op de Let's go, ik heb een basmelding gemaakt, meneer. Komt allemaal goed, joh. Ik heb het op de recording staan, voor... Oh, is dat geen meneer? Is het Jesse, van de last? Ali, wat gebeurt er allemaal? Wat zijn er voor mensen hier? Wat is zo druk hier, joh? Even rente houden voor meneer, alsjeblieft. Ali, die wil mij ontvoeren. Jongen, er praten 15 miljoen mensen door elkaar, joh. Wat de hond. Dat zijn allemaal dikke NPC's, broer. Oh, geen haat. Er rijden 10 miljoen mensen door elkaar. Hé, meneer, heeft misschien een GPS voor mij? Je hebt zijn zojuist kapot gereden. Een nieuwe GPS voor u? Ja. Ik heb momenteel ook geen op overschot. GPS op overschot. Ja, meneer, die heeft de GPS kapot gereden. Oh. Ja, meneer, maar u rijdt toch wel opeens de baan op, hè? Ik weet niet wie hier de schuldig is. Meneer, maar even wel een beetje verlaten als we gaan liggen door te praten. Ik heb het allemaal op camera. Meneer, met de pet, ik help jou. Ik heb het allemaal op camera. Ja, prima, maar... Ja, joh. Ik sloeg gewoon mooi af. Ik deed alles perfect en... Mooi af. Nou, was mensen dat ik wel gewoon opeens de baan over, meneer. Nee. Het is gewoon een... advocaten. Hé, man. Hé, mag je even buiten houden, hè? Nee. Meneer, u rijdt wel gewoon over een doortrokken streep, hè? Ik ben getuige. U rijdt wel gewoon door een doortrokken streep, dus. Ja, is prima. Oh, meneer, wilt u me erop plakken? Oh. Ik ga eens even kijken. Dit is Johan, vriend. Alsjeblieft. Johan, nee, schat. Je rijdt mensen aan voor een living. Deze kerel, maat, jongen. Hij wil je gewoon echt je pistool pakken en doodschieten, hè? Nee, moet er niets gebeuren met hem?
Jawel, ik vind van wel. Insurance fraude is dit. Ja, oké. Okay. Ja. Als hij gewoon netjes sorry zegt, dan doe ik niks. Kom, ik zie heel veel. Ja, maar meneer, je door een doorstokken streep. Dus het zijn eigen fout hoor. Meneer, zeg nou gewoon sorry, joh. Maar meneer, je hebt een belastingmelding gemaakt. 2106 bij jou is geklaar. Ja, ik heb een plek. Ik heb tijd voor de ambulance. Ik heb dingen te doen. Super dan, meneer, vanavond nog, hè. Allemaal op camera. Ik heb een vuurlaarsje gehad, zat het team. Is gewoon vanavond. Jongen, jongen. De 1319 ben jij beschikbaar? Ja, positief. Zeg je, mijn fout, maar hij redt wel over een doorgetrokken streep, dat mag niet. Ja, als we echt gaan kijken wie is een fout, is hij een fout. Hij mag niet over een doorgetrokken streep rijden. Dat mag hij niet, dus het is echt zijn eigen fout, maar ja. Dat begrijpen sommige van die kindjes niet. Die kennen geen verkeersregels. Helaas, even kijken hier, heb ik altijd wel, of ja, lijkt niet, maar... Mijn FPS keldert echt naar beneden hier bij A&B. Oh. Mensen vlammen ook echt door dat steken vaak, hè? Niet normaal. Ja, maar het is echt gewoon zo, Daan. Sommige mensen... Schiet. Niet normaal soms, sommige mensen. Mensen hebben soms echt een cursus gevolgd voor irritant te zijn. Daar ben ik echt zeker van. Mensen volgen echt cursus om dat te kunnen zijn. Ik vind dat echt goed, hè. Dat eerste zin dat mensen zeggen, is het toen al irritant. Dat de eerste zin dat ze zeggen. Sorry, ben ik met die auto dan, Daniel, zeg je dat? Ja, what the fuck, jongen? Dat is ook een dumb auto, of niet? Bro, Ilias. Ilias, wat ga je met chickie nakken, bro? Zijn ze allemaal weer aan het doen daar? Ja, doe. Ja? Ja, doe. Nee, wat? Ja. Dat is mijn auto. Wat zijn ze nu aan het doen daar? Ja, echt hoor, ik. Wat zegt u? Wat? Ah, dat u iets zei, sorry. Oh, nee. Wat gebeurt er daar achter ons? Sorry, haal de rug. Wat zei je? Wat gebeurt er daar allemaal achter ons? Ik weet niet, man. Allemaal kut volk. Ik heb Marcel niet ingevuld omdat ik Ambu leuker vind. Ik net van dit aanslagen zijn, begint mijn motivatie van Ambu te dagen. Dat is echt heel sad, Matthias. Hey, super, bedankt hè. Vanavond nog. Ja. Kom erop staan. Ja. Oh, en daar gaat hij. Oh, nou, ja, dat wordt. Zo, is die druk, joh. Karel, kom, stap erop, man, jong. Ja, joh. Hey. Volgens mij wordt deze hulp nodig. Volgens mij is deze hulp nodig. Oh, man, wat gebeurt er hier, joh? Hey, wat gebeurt er, man? Wat is dit hier, joh? Niet normaal. Niet normaal. Wat was die melding trouwens, de hele tijd? Ah, dat is die woninginbraak. Toch een vlakbij geschoten trouwens. Oh jongen. Hoe is kalm aan, man? Hey, bericht. Ja, even een schootmelding erbij. Ja. Wordt een garage daar. Yes, neem maar een kijkje. Ja, nou, dat is al weg. Nou, het is ook al weg waarschijnlijk. Bedankt, nu hebben we het laatste scenario gedaan. Dus nu moeten we wachten of we zijn gestart of niet. Oeh, dat is spannend dan, hè? 16 bij beschikbaar. Positief. Slip ik jou naar koppel prio 7. Iets van allen? Ben benieuwd. Staat 7. Koppel prio 7. Is er een locatie om moeten zijn? Laatste noodknop. Oh, laatste noodknop. Oh, dat zit ik hier. Is voor de garage ofzo. Laatste noodknop. Eens even kijken. Ah, nee, dat is hier. Oh, verkeersongeluk of zoiets. Ai. Dat is wel dik rip. Even de lamp maar zetten. De gele lampen. Tot zij dat er iets, dat ze hem toppassen. Wat is er nu precies gebeurd dan eigenlijk? Dat is ook voor de ambulance stok. Wat is er dan gebeurd dan? Je hebt een raamlift hier. Mij is hier gewoon een dikke shootout geweest. Sorry, waar moet ik naartoe komen? Waar is er nou? Oud HB Kruis. Yes, kom aan. Oeh. Nou, we hebben drie mensen geneutraliseerd hier. Bij allemaal in één auto.
Ze hebben een M1911. Wordt hiernaast ook geschoten trouwens. Maar ik zie het. Momenteel wordt iemand volgens mij omhoog geholpen die een wapen op zich. Kan die Ambu even naar mij toe? Er zijn veel collega's inderdaad. Nou ja. De ambulance, mijn... Zijn een collega daar of wat? Andere collega van u? Nee, je kunt even inspelen. Ben je oké, Snow? Nog een collega van ons, geraakt. Ja, die zijn altijd nog te redden, dat is het ding. Zo, zijn veel woninginbraakalarmen? Goedemiddag. Zo eens keer wilde opkoppelen. Woninginbraak. Ja, klopt, Varostje, mijn glok, hè. Dat is nog anders, zijn glok. Oei, 11. Mij is het te laag, niet? Is 11 niet te laag? Mij was 15 toch de max, hè? Ja. Kan één iemand die andere persoon nu nog te redden CPR? Top. CPR! CPR! Is de recherche bijna te plaatsen? Ik ben nog op politie. Zijn nu twee mensen omhoog. Ja, echt hoor. Hey, welkom naar Asta, welkom. Yo, goedenavond. Gewoon een vinkje. Let's go, welkom. Ook dit is een chillere scope. Zou ik ze even afpakken, anders tijdelijk snel? Maar de Walter is gefixt, hè, Varos? Ja, zit de Walter is gefixt. Nu niet. Als ze boeit, gaan ze pleuren dat het niet kan. Dat is wel nice, die is gefixt. Zijn er drie omhoog op, hè? Alle drie? Eentje niet. Nee, eentje nog niet, nee. Ik kan die andere die omhoog net te schopen in de boeien zetten, gewoon. Ja. Want ze gaan sowieso instappen, gewoon. Ja, 100%. Je weet hoeveel het er is. En de Walter is... Er zat een Durango, jongens. Stuur die Durango weg. Die Durango heb ik gezegd. Kijk die paarse brouwers. Maar even bieden verlaten, meneer. Pas ook op achter jou, Snow. Meneer, waar heb je last van? Meneer, waar heb je... Ik zal eens zeggen dat die Durango en de paarse brouwers ook nog wel zo. Oeh. Kan een ambu naar mij toe komen? Ik weet niet... Ik zit achter die witte brabus. Ah, jongen, mensen, echt, mensen met wapens zijn zo vervelend dan. Hè, want dan willen ze echt tegenwerken om nog een wapen of nog weg te kunnen komen. En dan gaan ze totaal niet meewerken. Ja, dat is echt altijd. Ja, ik heb er eentje opgepakt, zodat je de rest kan doen. Maar bied het verlaten, meneer. Deze persoon hier bij. Maar bied het verlaten, alsjeblieft. Niet echt de plek waar je nu moet zijn, meneer. Ja, bij deze. Ik vind het wel lekker spannend hier. Ja, nee, maar het op niet gaan verlaten, meneer. Yes. Als we het je weg vorderen, meneer, moet je aanhouden. Als je het niet wilt verlaten, meneer, anders moeten we je vordering gaan geven. En voor jullie pas op dat we ook even ja, zou me toch vordering gaan geven. Dan word je gebeld, dan kan je de handen... Je moet gewoon meewerken, meneer, als je moet u aanhouden. Ah, jongen, dat is ook gewoon een kind van 6 of zo, hè. Ah, oh, dat kun je echt... Ik hou zicht op die M3. Ik kan lekker niet meewerken. Ik heb niet zoveel vrienden, man. Ja, dat kan, hè. Waar is die ambu, trouwens? Oh, daar is die ambu, wajo, ik kon het zeggen. Ja, we hebben altijd eentje hier, hè. Is Ambu iemand bezig, die Ambu? Ja, hij is bezig met Snow. Hij is vernomen. Ja, ik ben altijd wel iemand CPR, hè. Ja, wat, ja, ik ben heel benieuwd. Met, voor de recherche, want er komt ook achter iemand die dat waarschijnlijk niet schrijft. We zullen wel zien, Hamza. Ik ga hem versturen. Ja. Ik doe wel. Het is nu al een week geleden, dus ik weet niet. We zien wel. We zien het wel. Maar zelfs wil jij ook die, dat andere vuurwapen hebben? Maar staat de kansen niet meer zo heel log in, maar we zien wel. Ben je geRDM'd? Oh, Glenn, dat is niet goed, hè? Wat is dan gebeurd? Die is nog nee momenteel, maar ik kan even kijken. Yes, ik check even zijn zak, hoor. Yes. Ja, van mijn schouder heb ik... Wat is dan gebeurd, Glenn? Of, en wanneer? Ik lichte me heel even. Wat happened? Heel lichter. Glenn, wat is dan gebeurd? Opeens gewoon neergestoken. Echt? Ik heb geen Zuiderveen meegemaakt dat ik word neergestoken. Maar dat was niet op stream, dat was echt heel stom. Wat is hier aan de hand? Niet zo, maar neem even biet van laat alsjeblieft. Och jong, je hoeft... Er is hier ook nog eentje op de grond met een pet. Hij heeft een of andere witte substantie op zak. Oh, rip. Ik heb ook neergestoken op Zuiderveen nog, niet op stream.
Maar dat was toen, ja, ik was tegen een auto gereden en ik wou geen repair geven en die gast stak me gewoon neer. Als je hem nu aan mij kan geven? Yes, kom maar. Ja, een beetje in de mailing. Niet wegrijden trouwens, voordat wij hier wegrijden. We gaan goed gezamenlijk naar HB. Dan, of ja, waarschijnlijk moeten ze naar het ziekenhuis, of niet? Dat zou gaan ruk zijn. Ja, ziekenhuis en recherche mag we absoluut niet wegrijden. Dus... Waar is de ambulance er precies? Want ik kan daar iets neerliggen. Bij de SIF hier. Is hij nog een beetje te redden, Robin? Hij blijft maar CPR de hele tijd. Ik zal even pols checken. Dat is goed. Ik zal even pols checken. Is de kofferbak open die Andries? Dun dun dun. Wat zijn dingen? Ja. Oei, nee. Dit is niet meer te redden. Daar is niet meer veel, de recherche, die één is niet meer te redden met zijn pet. Die je van voor ligt. Ja, het is te lang gewacht. Het is referent, maar de ambu. Oh, ligt nog mensen neer. Ja, ze had, hey, beter, ja, nu pas komt er een andere ambulance, dat is weer typisch, hè. Ja, bijna 11k, dames en heren. We hebben oprecht geen grap. We hebben nog maar, echt super tof, dankjewel daarvoor. We hebben nog maar 19 abonnees nodig voor de 11k. Dan ga ik 12 uur live, dus ja, super leuk. En ook zeker liken, maar één like nog, dames en heren, voor de, ja, voor de 30, hè. Wil ik iets vertellen? Alsjeblieft. Ik zal even helpen. Zoveel pijn. Ik zal ook de andere bij elkaar gaan halen. Erg veel pijn, meneer. We kunnen het optillen. Ja. Oké, okay, 3, 2, 1. Hoppla. Let's go. Oké, okay, dat was 1. Eerst meneer, ik zal even helpen. Dus het voertuig ook goed, zijn jullie mee naar het ziekenhuis? Ja, wij gaan mee redden. Ja, zie je, er zit een bayonet in. Ja? Ja. Ik ga even op de... Ik heb geen idee, wat wil je dan speciaals dan? Nou, we zeggen, er ligt nog een bayonet en een lockpick in die dashboard. Die witte Brabus? Nee, in die Taycan. Oké, kom zo. Meneer, ik heb alweer gevorderd, hè. Tweede vordering, maar biedt gaan verlaten. Tweede vordering, bij deadwatch aangehouden. Yes? Maar ik sta hier toch op... Ik sta wel op het kruispunt, ik heb op de vol aangereden. Yes? Als je dood wordt, meneer, moet je hiervoor blijven staan. Yes? Maar ik sta mond op een kruispunt, stil. Je kunt nu zo aanrijden. Wat zegt u? Wat zegt u? Ik, weet dat. Wat? Ik ben 1-2 spotter, waar moet ik dan staan? U staat mond op het kruispunt. Als u zo meteen al ver rijden, moeten wij zo meteen van de grond gaan afschrapen. Dat komt wel goed. Gaat dan even aan de stoep staan daar, yes? Aan de andere kant van dingen, meneer. Tweede vordering, bij derde wordt aangehouden. Je hebt nog één kans, yes? Yes. Sommige mensen, jongen, dat is niet normaal. Een giveaway. Ja, giveaway altijd. De mod giveaway sowieso, hè. Zoals de moderators, zou ik weggeven. Dat doe ik altijd bij een 12 uur stream of bij een special live stream van abonnees. Ik weet niet om welk voertuig ging het eigenlijk. Van welk voertuig is van de verdachte, is dat? Hey Robin. Ah, Matthias, goedenavond. Yo. De Matthias, hé. Yo, de man. De man, zeg, hé. Kom helemaal van het haashot naar hier. Zit er wel bij jou, moeder? Hé, maar ja, zij zit hier. Ja, is goed, ja. En je was meteen die persoon niet verzorgen. Huh? Oh, heb je niet meteen in je bak zitten? Ja, wel, ik heb die in mijn bak zitten, maar ik neem die gewoon mee en mijn collega gaat die... Ah, jij gaat zelf een operatie doen. Iedereen kan gewoon mee met de ambulance, ja, ik ga het jongen. Niet doen. Is vlammen. Ik zou wel weer een hele case gaan bij ziekenhuis, maar... Ja. Jongens, we nu al weten, we gaan worden geschoten, 100%. Dat mag je nu al bedenken. Die, niks achtervolgens, ja? Nee, niemand achtervolgt mij. Maar Glenn, had je iets op zak of niet, Glenn? Had je iets van een wapen of zo? Waar je echt nooit gevonden kan worden. Ja, of hij kan ook gewoon ons meegaan, hè? Een beetje, nou, hij is al weg. Wat is de kerel nu? Met hij zijn camera. Hij is richting de helipad gereden. Lekker. Als de SIFs de ambulanciers begeleiden, waarom zit die guy in een kofferbak te graaien? Fuck welke? Ja, die nee, verdachte. Hij zit die auto te repareren. Oh. Ja. Oh, die kale is echt heel irritant. Ik vind hem een legend op helemaal niet. Ah, die komt net de stad in. Ah, die guy is sowieso opnieuw, jongen. Die is dood en nu. Maar de eerste ambulance vertrekken? Nou, laten we even met z'n allen gaan. Allen, ja. Oh, ja, omdat we net zei. Gewoon één SIF voorop. En je hebt gewoon geen zin om die persoon aan te houden. Ja, tuurlijk niet. Heb ik helemaal geen zin om mij aan te houden. Ik ga wel eens een ziekenhuis. Ja, dan wilt u ook advocaat en zo. Volgens mij is ook al iets gaande bij ziekenhuis, wat ik net zei. Maar wilt u ook advocaat, et cetera, en ja... Ik weet niet of het allemaal staat daar. Voor zoiets klein wil je dat niet. Ja.
Als op iets klein wil je dat echt niet hebben. Als op iets klein wil je dat echt niet hebben. Eentje overleden dan? Ja, eentje overleden. Yes. Kijk. Varos, eerlijk heb je... Wat dan? Een brief van niet boven lezen. Weet je toevallig welke rechten... alle rechten, dat is niet recht om te zwijgen. Eten en drinken, advocaat, tolk en... wat nog? Ben ik even kwijt, of waar ze allemaal? Eten, drinken, zwijgen, meeste zorg, tolk en... We zijn wel goed afgezet op de hele manier. Oh, rip. Oh, hij werd even dik aangereden. Is dat een Zulu? Nee, ik vind niet heel erg gemakkelijk. Dat is geen Zulu. Dat is no Zulu. Ja, tolk, advocaat, etc. Zwijgen. Gewoon, jullie kunnen gewoon mee met de verdachten, ja? Yes, gaan we doen. Kan er iemand in het dorp doen? Ja, ik kan dat. Ah, top. Matthias heeft al die krachten. Die kan allemaal. Ja, dat is. Je wil ook nog iemand. Zullen we wel, als gewoon jullie binnen staan, deur op slot doen. Vuurwapen in de hand. Is vernomen. Oké dan. Zeg als je iets verdacht ziet. Oké, okay, graag wel de deuren sluiten. Op slot doen. Ja, maar ik heb geen idee wat dit is. Hier ook, ga je de deur op slot doen als meneer binnen zit. Yes? Yes. Helemaal top. Oh, ik kan ook zelf sluiten. Meneer, kunnen we even afkomen? Klimmen. Yes. Let's go! Je moet het uit mijn hoofd kennen. Ja, ik ook. Ja, maar zien zwijgen, eten en drinken. Advocaat, tolk en meeste zorg. Ja, dat waren ze. Dat waren ze. Dus advocaat, eten en drinken, meeste zorg, tolk en zwijgen. En hoeveel hij op een dag moet drinken. Maar ik zeg echt nooit... Goed drinken. Dat allemaal zo apart. Zo, u vergeet op een tolk als u de Nederlandse taal niet begrijpt en zo van die dingen. Dat zeg ik allemaal niet. Ik zeg altijd gewoon advocaat, tolk. Het zijn altijd kort. Het boeit echt niemand als je dat voluit zegt. Een lockpick. En hoeveel kost dat eigenlijk, zo'n lockpick? Hoe kost dat eigenlijk? Ja, misschien niet zeggen waar je die kunt vinden, maar... Hoeveel kost die? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoeveel dat ding kost. En heb je ook niet alles wat je zegt, wil tegen gebruikt worden? Ja, dat is het ding met zwijgen. Als je zegt van... Volgens mij is hij allemaal als hier genakt. Zo, what the fuck. Er zit een kloter in die allemaal als hier, jongens. Die met witte t-shirt, die nieuwe. Kom maar feitjes, ik heb dus niet echt genoeg. Yo. Is dat ding bulletproof? Is dat ding bulletproof? Hij is dood. Nee, ik heb een headshot geschoten. Hij is dood. Ho, ho, ho. Denk je rip. 1.5k. Oh, echt niks, Glenn. Dat kost echt helemaal niks. Dan een vatten lost ik. Yo, is het? Wat is er nou die? Het is heel raar. 595. Hallo meneer. Hij is lekker aan het opereren. Let's go. Geen probleem, vast, maar dat is met zwijgen. U recht om te zwijgen, want alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Maar ik zei er nooit niet bij. Gewoon kort. U recht om te zwijgen. Nou. Want anders is het ook zo, ja, ik weet niet. En dan zit allemaal tekst te zeggen, de boete krijgen we toch allemaal niet. Wat hun boete is gewoon advocaat. What the fuck. En meest zorg ook, meestal. Of, wat zegt u? Kan ik één iemand hier krijgen, want weet iemand waar de deze film geraakt is? Geen idee. Nee? Dat is aan u om te onderzoeken, denk ik. Ja, is goed, maar ja. Eens kijken, ja. Zo kijken. Ja, oké, okay, is goed. Dan, maar ik weet niet, nee, sorry. Ja. Dan zal ik kijken, even verzin gewoon een plek waar die graag is. Verzin gewoon niet, man. Ik zal die boeien dan gewoon niet zo heel strak doen. Aan de voorkant zetten. Voilà, hè. Let's go. En dames en heren, vlakken, nog maar 7 likes, nog dames en heren, voor de 14 kost. Superliefd, dank u wel. Super bedankt daarvoor. Eens even kijken of de abonneenteller nu wel al werkt. Nog altijd niet. Echt heel raar. Dat gewoon niet wilde werken. Ik denk toch dat ik schot wil zien. Maar ja, ja, wat doe je eraan? Meneer. Malassen. Oh, daar is al eentje klaar.
hun schouder. Ja, dat kan. Ja, spiekbriefje, ja, dat kun je beter doen, ja. Dus dan, een spiekbriefje voor in het begin of zo. Ja, dan zou ik helaas moeten opereren. Nee, is dit uw eerste keer onnarcose? Doet wel goed hoor, die, die ambu. Dus, ja, ik... Eva drinken, dames en heren. Nog twee mensen, die anderen is al meegenomen, die is al klaar. Toch? Ja, die is al klaar. Die wordt al meegenomen. Naar de politie AB. Maar deze nog niet. Dat gaat wel lang duren, denk ik, want deze doet wel echt goede RP, deze ambulance. Dit word ik geslipt. Maar die meldingen blijven wel allemaal opstaan van de winkel, of van die huisinbraken. Die alarm blijft wel opstaan, dat is wel, ik weet niet, irritant. Maar ja, als dat eens is, hè, dames en heren. Even omgeving checken, dames en heren. Is hier iets? Nee, allemaal clean. Ook wel is er deze buiten, dus. Komt goed. Pang, pang, pang. Zou wat zijn, hè? Wat ik trouwens had, dames en heren, is echt geen grap, hè. Bij mijn EBT-training in januari vorig jaar ergens, hè, dus 23. Dus al een jaar en twee maanden geleden. Rustig. Had ik mijn EBT-training. En je moest dan schieten, hè. Je moest dan puntjes raken. Maar het ding was, ik en nog een paar anderen, ik was in de enige, gelukkig maar. Ik schot zo. En dat raakte me niet, en dat raakte me niet. Dat was altijd zo heel scheef. En toen zeiden ze, ja, maar je kunt ook inzoomen. En toen ging dat veel makkelijker. Ik weet nog, ja, dat was echt een blunder toen eigenlijk. Maar schot toen zo. En zo is het, kan ook, maar als je echt precies wilt raken, dan is het natuurlijk makkelijker zo, maar... Ja, dat was echt een blunder van mij en een paar collega's. Want dat was zo'n echt, ja, niet heel scheef, maar gewoon niet raak altijd. Dus dat was wel een ding. Andries, waar ben je? Hey Romeo, je was toch MC of niet? Bewijs heb je waar de kogel ja, zijn wegkomen, in je schouder zat. Ja, ik ben echt kassineer. Ja, die mag je te vergeven, ja. Yes. Alsjeblieft. En yes, dankjewel. Jullie kunnen, als jullie hem gewoon transporteren, wij hebben de achtervolging gestart, dus wij maken ze ook afhandelen ze. Of jullie willen het heel graag doen, dat kan ook. Nee hoor. Nee? Nee. Laat, was toch weer een snow? Ja hoor. Wel een heel twijfelgeval. Toch even over nagedacht, maar bij nader inzien. Als het allebei kat twee wapens zit, toch? En poging doodslag om te gaan functie. Ja. Ja. Wat hadden ze allemaal trouwens? Staat dat in ingenomen wapen? Een M9 ja, en Neos. Staat ja, voor de recherche, dat ik die foto's heb van personen. Ja, oh ja, ik zie het. Ja. Staat er allemaal. Ja, ja, top. Kan ik je helpen, meneer? Yo, Romeo. Hey, Barry, jij ook hier? Oh, yo, man, alles goed. Yo, man. Hey. Wat zegt hij, meneer? Ik zit te wachten tot ik met iemand kan koppelen. Ah, je bent ambulancier. Jazeker. Ah, super, super. Wie ben jij? Raafke, man. Raafke. Je kan zo meteen met mij mee wachten. Wie ben jij dan? Ik weet het, Rari, zit hier niet politie bij. Raafke. Ja. Kunnen jullie shifts alvast voor de deur zetten? Hoeft geen afzetting of zo. Yo. Is het eigenlijk van een bank of dat? Als ze blijven nee, wel. We zijn even weggegaan bij die bank omdat de tand verschoten waren. En toen zaten we in achtervolging met drie mensen. Die had zo'n en die waren klaar, ik en Duke. Als je meer voorkomt. Dan... Alleen. Yes, moment, ik heb iemand anders op te komen om niet te blijven. Twee van drie waren, zijn omhoog geholpen. Ja. Dus die zijn we nu ziekenhuis. Oké. Nou, ik was bij dat scenario voor dat jullie... Ja, stond eens gaan praten, man. Kom. Noodknop en een vuurautomaat. Ja, A9. Echt veel geschoten, hoor. Ja, de noodknop is ook op de A9. Bij die waarom zit er een... Waarom heb ik een waypoint? Allee, mannekes. Hey, lekker praat. Hey, Romeo S, waar ben je eigenlijk? Ik ben uitval... Kolo, bro. Jongen, stop eens te praten, yes. Bond is de één persoon klaar. Als een andere noodknop kan komen om hier de wacht te houden. Ja, positief. Yes. Het was alleen aan mijn linkerkant of wat de COVID gebeurd is. Ik kan hem meenemen. Nee. Hey MD, welkom. Kan je me even lift geven? Ik ben bij garage in Noordenwestad. Ja, dat gaat moeilijk gaan, maatje. Dat mag niet echt. Sorry. Dat mag niet echt. Ik ben morgen niet doen, helaas. Dat is metagaming. We zijn dan met spoed naar het ziekenhuis gekomen. Wat zijn er weer? Cross arms. Robin, was die in het midden? Raadbericht? Was hij in het midden klaar, of? Ja, die was klaar. Is de derde ook al klaar? De laatste?
Ah, super. Die breng ik nu richting mijn auto. Daar ben je afgewezen bij DSI. Wat bedoel je? Ik ben niet afgewezen bij DSI, maar ik heb altijd een uitslag gekregen. Ik heb nog geen uitslag gekregen. Ja, Nee, ik voel eigenlijk helemaal niks meer bijna. Maar wat heeft het zoiets te maken met dat ik geen meta wil doen, MD? Ik wil apart vergelijken, man. Ik kan even kijken wat jullie bij de denk ik. Dat is een rare vergelijking, maar prima. Ja, als je even recht kan staan, dan kan je het even beter doen. Ja. Oei, MD maatje, wat is jouw probleem, jongen? Goedemiddag. Ja. Yes, super. Meneer, ik moet wel handboeien natuurlijk. Dat begrijpt u ook, hè, natuurlijk. Pijn, hè. Goed, heeft u pijn? Ja, zeg maar... Zijn schouder is geraakt. Hoe noem je dat? Zijn schouder is geraakt, dus een beetje... Een beetje stroef. Ik kan niet weglopen. Ja, maar toch moet handboeien, meneer. Dat is wel echt noodzakelijk voor mensen die veel al gevaarlijk zijn. Dan moeten we wel, dat is gewoon... Yes, maar meneer, maar toch moet ik u handboeien. Ik zal ons voor handboeien, goed? Die lift... Iets minder pijn doen. Oké, bij deze... Yes. Ik heb hier nog een bewijszakje met de kogel. Ja, stop even in mijn zak, want ik heb meneer even vast. Ja. Zo. Yes, bedankt voor uw zorg, ambulance hier. Ja. Als meneer van de kant op te gaan. Yes, dank u. Graag gedaan, agent. Yes, dank u wel, ambulance hier. Verpleegkundige. Waarom is meneer meegenomen dan? Dat zijn uw zaken niet, meneer. Hoezo niet dan? Hoezo wel dan? Ik ga wonderen dat ik dat al wil weten. En u weet waarom niet, hij moet gaan vertellen waarom meneer het aangehouden. Wat zei u? Nee, niet vlucht voor politie. Okay. Nee, waarom wordt dat aangehouden? Dat zijn jouw zaken toch niet, meneer? Moet toch niet aan jouw neus gaan hangen? Allee. Mama wordt gestript. Oh my god. Is meneer even een voertuig neerzetten? Is het er vrijgegeven? Waarom is iedereen? Dat jullie opeens instapt. Jason! Ja, doe maar. Hey, kerel, je mag even gaan, ja? Yo, je had toch afspraak? Dat was niet zo. Hey, Jason! Hello, neem. Yes, ik ga even los vastmaken. Slash me doet gordel vast. Piezo, meneer. Hey, meneer de Brabers, je mag even afstand nemen, ja? Kabam! Kom. Was een proefpulde, Marwan, ik ben nog geen DSI, het is nog afwachten. Als jij zijn rechter wil voorlezen, hij is aan. Yes. Ik had twee wapens in de poging om de functie, ja? Ja, is vernomen. Ben je wel in dienst? Wat heeft u op, meneer? Meneer, recht op advocaat, recht op eten en drinken, recht op meeste zorg. Op welke verdieping sta je? Bij de baan? En recht op een tolk en ook recht op eten en drinken. Begrepen, meneer? Ja, die balielift, dat is het enige... Dubbel eten en drinken. Wat zegt u? Dubbel eten en drinken. Eten en drinken, daar gaan we voor zorgen, meneer. Is een cheeseburger goed met een chocomelkje? Ja. Ah, super. Eigenlijk wil ik ook nog wel een advocaat. Ja, nee, ja. Nee, laat maar. Zeg het maar, het zijn nu rechten, meneer. Wat heeft deze man het duurt gedaan? Me te lang, laat maar. Prima, meneer. Ik zal meteen op HB u een chocomelkje en een cheeseburger geven. Moest ik het vreed maar altijd mij aan daar herinneren. Oh, mijn deur wel even dicht doen. Het springt opeens open, de deur. Ik heb het koud. Is het koud? Dat is niet heel goed, hè. Maar bij dat je een advocaat wilt, ben ik wel echt al heel blij om. Eerlijk is eerlijk. Kunt u eventjes mijn mutsje opdoen? Wat zegt u? Kunt u eventjes mijn mutsje opdoen? Ik heb het een beetje koud. Hij zit momenteel vooraan nu. Meneer ben ook aan het rijden. Dat gaat een beetje moeilijk gaan. Maar zo bij het al beest. Niet ver weg meer. Ja, helemaal goed. Hoe komt ze? Dan zijn we er. Ja. Zo. Ja, dan zijn we al, meneer. Kijk eens aan. Kijk eens aan, meneer. We zijn er al. Zo, winkel een beetje bezig. Wel lekker snel. Al lekker snel. Hupsa, zijn we weer. Op HB. Ziezo, meneer. Ik ga de deur openmaken. Nu gordel los doen. Ziezo. Doe het gordel los. Ziezo, meneer. En als je uitstapt, even op je hoofd zetten dat hij niet de hoofd gaat stoten, natuurlijk. Yes? Ja. Oké. Ga ik even uithalen. Oké, en dan gaan we samen naar het cellencomplex, hè? Mag ik ook zelf lopen? Je wilt graag zelf lopen? Ja, ik ga niks doen. Maar ik mag ook mijn mutsje op, want ik heb nu nog steeds een beetje koud in mijn hoofd. Een mutsje, ja. Oké. Als we binnen zijn, ga ik even een mutsje op je hoofd zetten. Ja, helemaal goed. Ja, via loslaten, aangezien het HB niet voetsoepel werkt. Maar even...
naar binnen stappen? Ja. Helemaal top. Mag ik even een drink ook geven? Dat u recht vervuld is. Ik kan alleen niet oppakken. Ik zal het even aan u zo geven dan. Dat vind ik wel een beetje disrespect. Dus wie geeft eten en... Ziezo. Ja, dank u wel. Ja, yes, super. Oké, okay, en een mutshop doen? Ja. Nou, eigenlijk wel, hè. Ja. Ziezo zelf, veel warmer. Oké, okay, mag ik mij volgen, meneer? Ja. Oké, okay, super. Ligt op de grond. Oh. Ligt er op de grond daar? Oei, oei, oei. Je kan niet als opgeten? Nee, ik kan het niet oppakken. Met handboeien. En dan even zo'n tin even opnieuw nog eens eten en drinken. Eens even kijken, want de weg kennen ze ook nog een beetje. Ik denk ze eerste keer. Allemaal nieuw voor ons hier. Eens even kijken, denk eens hier. Jezus, we zijn op de juiste verdieping. Let's go! Ja, wel leuk als je geen advocaat wilt, ja. Dat duurde namelijk aardig lang. Heb je foto's van wat je hebt afgepakt? Jeroen. Ik ben kakatoe. Ga aangesproken. Maar gaan wij volgen, meneer? Yes. Super. Yes, tot dankjewel. Dan ga ik hier een vingerscan doen, meneer. Ja. Zit de kamers namelijk. Ik ga even een vingerscan doen. Ga ik even uw aanboe losmaken? Ziezo. Zo. Dan ga ik even uw hand op het apparaat neerleggen. Ja. En dan kunnen we zo uw vingerafdruk meten. Yes, denk ik wel. Eens even kijken hoor. Eens even kijken. Wie is deze persoon, hè? Welkom naar Kato, welkom. Hallo. Goedenavond, Kato. Kakatoe, wat zeg jij nou? Jens is het. Jens is het, blijkbaar. Heeft geen rijbewijs. Oeh, dat is ook nog spannend. Super, je bent mijn volger, Jens. Ja. Nee, klopt dat u ook geen rijbewijs heeft? Nee, dat klopt niet. U heeft alleen theorie behaald, staat in ons systeem. Dat kan best wel kloppen, trouwens. Ja? Okay, ik reel geen ingenomen of zo. Vinden jullie niet? Ja, nee, ik heb nooit een rijbewijs gehad. Hey, eerlijk? Ja, ah, oké. Okay. 10 seconden is lang. Hij mag links. Ja, man, eerlijk, voilà. Ja, man. Maar gelukkig heeft deze hier dat niet, of wel? Mag hier, meneer? Mag je even hier ingaan, meneer? Yes, dat is uw cel. Snel zou ik deze veranderen? Alsjeblieft, ik ga even straf breken, meneer. Yes. Ah, ja, even eten en drinken nog geven, dat is ook waar. Oh ja, opnieuw, ziezo. Eens even kijken. Een hamburgertje en een chocomelkje wil meneer. Alsjeblieft. Top, top. Dank u wel. Geen probleem, meneer. Smakelijk. Geproduceerd in de USA. Dank u wel, dank u wel. Robin. Yes. Heb jij de naam van deze meneer? Dit is Jens, even kijken. Dit is Jens Muis. Jens Muis. Muis. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Ja, geen probleem. Maar ik word liever aangesproken als... Kakatoe 2. Hey, voor de noodhulp, dankjewel. Wij gaan het verder hier oplossen. Oh, voor Robin. Moet ik je terugslepen, Robin? Geen probleem. Is zo niet af. Ik heb nog geen spoedtest uitgedeeld in celstraf. Of doen jullie dat? Nee, dat doen wij. Oh, nee, super. Ja, fantastisch. Wij hebben de achtervolging gestart, dus dan. Oké, okay, geen probleem. Robin, kom eens uit. Geen bericht. Zou je naar mij de fingerprint en zo kunnen doorsturen? Ja, zou ik doen. Ik heb wel geen foto van genomen. Ik heb gewoon. Dat maak je zelf wel, komt goed. Ja, mis van handen. Doorgestuurd. Nee, ik was er alleen bij, helaas. Niet geschoten. Malasse. Oké, doe de prio 1, de porto 1. Let's go. Dat is blijkbaar goed. Oké, geen afhandeling door ons. U heeft gespreid. Ik weet wel niet vaak trouwens dat wij niet afhandeling te doen. Dat is wel eens een keer leuk. Dat de DZ het overneemt. Ach ja. Kijk eens, je Pim, ja, ik heb het gezien. Daan, lekker maat. Lekker gedaan, zou ik zeggen. En ik zei het ook. Hey. Oké, eens even kijken. Wacht. Ik wil even naar buiten. Kan via hier? Mensen zien de garage, toch? Ja, let's go. Het is echt zoeken, hoor. Het is echt uitvinden waar is, maar... Ik weet nu wel al dat via hier kom je in het celcomplex. En dat is wel goed om te weten. Dat is wel goed om te weten, namelijk. Dat kan, zo. Oké. Ja, we gaan verder, dames en heren. Maar misschien wel even heel nieuwe safe, gewoon even puur, want het is echt in elkaar gedeukt. En net toch een lampje, dus ja. Het is niet dat ik wegzet puur voor het lampje. Het is echt puur, omdat het er gewoon helemaal niet uitziet. Oh, nou, goedemiddag. Wat? Ik denk die spant opeens. Dus heb je me nodig of niet? Yes, let's go. En terug, precies bij dames en heren.
Ja, maar het ding is, ze gaan het hele gebouw nog customizen. Nu is het echt gewoon een standaard gebouw. Een van Amerikaanse RP-servers is gewoon een kopie ervan genomen. En het is nu ook gewoon puur een test of de stad het aan kan, namelijk voor voor de FPS, et cetera. Ze zijn nu een beetje aan het onderzoeken. Als dat oké is, dan gaan ze het gebouw helemaal customizen. Dus ook bijvoorbeeld dat bord hier met LSPD, gaan ze misschien Future of zo maken, of iets van Future. Die kans is redelijk groot. Dus mijn mond is dit allemaal nog standaard. Van Amerikaanse servers. Dus erom dat het allemaal nog een beetje raar uitziet, et cetera. Maar dan gaan ze maar wel veranderingen brengen. Normaal gezien, hè. Normaal gezien. Ik heb wel meldingen gekregen. Even kijken of een melding nog bij zit. Hier 25 meldingen. Winkeloverval hier. Oh. Woninginbraakalarm. Oeh. Dat is even hier, Beet. Hier. Huisinbraak. Ja, maar aan het gaan en het zit, heb je wel dat je plaats bent. Ik kan wel even gewoon voorbij rijden. Gewoon toevallig voorbij rijden. Yes. Gewoon eens even kijken. Heel toevallig voorbij rijden. Ja, maar ik moet echt nog even snel mijn helm aan doen, dus jammer. Gewoon heel toevallig voorbij rijden. De 2110 gaat... Niet gezien, Daan. Nee, niet gezien, hè. Oké, bedankt voor je dienst en fijne avond, kerel. Fijne avond. Ja, er staat een M5CS bij de woning. Ja, dat een SIF beschikbaar is. Positief. Ja, dan ga ik de tijd testen met meekoppelen. Ga ik jullie even naar buiten kopen op uw steken. Ja, ze gaan naar beneden. Ik ben toch de plaats als SIF. Oh, kun je naar binnen gaan zomaar? Was dat de procedure? Want het is de eerste keer dat ik een woninginbraak krijg. Ja, volgens mij moet je nu gewoon naar binnen gaan kijken of het is. Zijn er mensen buiten? Dag heren. Dag heren, hebben jullie iets gezien? Oh, wajo. Maar ik vind het al een beetje raar. Ik heb één persoon AT. In de woning. Hoe ga je naar binnen? Zij collega? Hoe ga je naar binnen? Moet je met de Altspier op die deur, zeg maar, op die grote deur. Oh, ah ja, oké. Brede woning. Wacht. Hepsa, een inbrekertje gepakt. Gaan we even kijken. Precies. Bij deze ben je aangehouden. Een inbrekertje! Haha! Ja, omdat je verdacht wordt van een inbreker! Nee, klopt, ja. We gaan alles even uitzoeken op het HB. Ja, nee, ik was mijn speaker aan het vervangen. Jouw speaker aan het vervangen? Ja, die daar bij het kastje. Ik kan niet wijzen nu natuurlijk, maar daar waar ik nu heen kijk, bij het kastje. Boven dat mooie schilderij. Is ook belangrijk. Ja, oké, okay, maar. Maar daar heb je er vast geen probleem mee als ik jou even boeien, hè? Nee, zeker niet. Zeg maar goed. Je weet waar ik mij aan kan baseren. Nou ja, ik heb natuurlijk de schroevendraaier set, hè, voor dat kastje in mijn zak. Schroevendraaier set. En ik, een lockpick dus, oftewel iets illegaal, een lockpick. Ja, een schroevendraaier setje, zegt hij. Is wel slim gevonden. Ja, dat ga ik jou. Een schroevendraaier setje. Ja. Kijk. Ik vind het wel rabbig. Ik vind het wel lachen. Ja. Een schroevendraaier setje. En waarvoor is je lockpick nodig? Dat is mijn. Dat hoort ook voor het kastje. Want dat zit helemaal daarachter in de kast verwerkt, snap je? Ik heb dat heel mooi. De cable management heb ik. Oké. Het is wel rustig, dames en heren, vind ik hier in chat. Dus jongens, ben aan het kijken. Ik was kei meer benieuwd. Zeker, ik was aan het kijken, want het is heel rustig, vind ik eigenlijk. Het is echt heel rustig in chat. En zeker flikker, nog twee likes nodig nog maar voor de 14, dankjewel. Dat je de box uit het stopcontract trekt voordat er elektriciteit hier. Collega, wil je dat even doen? Zag je wat ik had gezegd? Oh, die box hier tegenover ons. Ja, naast die rode vaas. Je moet even uit het stopcontact gehaald worden, de stekker. Ah ja. Haalt de box uit het stopcontact. Ziezo. Oh, ze zijn al weg. Oh. De bathroom. Oh, een slaapkamer. Goedemiddag. Kijken of hier nog iets zit. Ja, even rondkijken. Niks speciaals, hè? De badkamer. Goedemiddag! Zo, hé. Goedemiddag. Is er niet zo'n
Heb je niet zo'n emote zo? Nou, je hebt geen idee. Laat het maar. Hey, lekker Jarno. En? Gewonnen of niet? Of ben je weg kunnen komen? Oké, we gaan terug naar buiten. Ah, je ziet natuurlijk weer niks, of wel? Woning verlaten, huppakee, naar buiten. Oh, weet je dat er iemand in gevaar is dan? Weet je, misschien had ik je net wel kunnen vertellen dat er iemand met een pistool daar binnen zat. Ja, maar daarom zijn wij hier nu toch? En daarom ja, ben je te laat mee. Je collega was gewoon naar binnen, joh. Laat gaan dat hij doodgaat. Ja, dat is wel geweten, hè? Maar wij hebben toch een portefeuille waardoor wij communiceren. Dus dan zou ik joh, je weet zelf ook wat. Misschien was hij heel lang gijzels daar binnen. Oh, mijn Jarno, maar joh. Ja, we hebben jou niet erbij gemaakt. Hey, deze meneer heeft niks gedaan, het is een aardige kerel. Ja, ik ken deze man nog. Hij heeft niks gedaan, man. Hij was aan het schoonmaken. Aan het schoonmaken? Dit is nog het heeft een andere verklaring, jongen, heren. Het heeft wel een andere verklaring. Hij is een goede jongen, man. Hij gaat elke dag om 8 uur 's ochtends gaat hij naar school. Jonge jongen, wat doe je nou allemaal? Elke persoon lijkt mij, hè, meneer. Nee, dit is een goede jongen. Dit is een goede jongen. Dit verdient hij niet. Sergeant, mag je wat vragen? Ben jij een beetje hoger rang? Waarvoor? Nou, dat is de vraag. Ben je een beetje een hoger rang in het korps? Meneer, ik ben ICT'er. Wauw, hangt af wat je hoog vindt. Scaro, ga even voorzichtig. Ja, maar wat is je groepnummer? Pas op voor jou. Ik ben een 4204. Ja. Oké, okay. Zou ik met jou over een gesprekje kunnen voeren? Natuurlijk, geen probleem. Yes, pas op voor jou. Is even kaken. Wat heeft meneer te zeggen tegen mij? Hey, ik heb dat net ook bij je collega's gezegd. Ja. Ik vind het een beetje jammer hoe jullie te werk gaan. Want wij staan hier buiten rustig te schoonmaken. En ik zie een collega, een van jouw collega's, zie ik rechtstreeks naar binnen sprinten. Sorry, ik heb een klein beetje hoofdpijn als je dat merkt. Maar ik zie een collega rechtstreeks naar binnen sprinten. Mm-hmm. Ik wilde niet even wat gevraagd of wij wat hebben gezien. Je hebt ooggetuigen nodig, toch? Op dat moment. Je wil weten of het een veilige situatie is. Maar de eerste de beste. Ja, begrijp ik, meneer. Maar. We kregen namelijk een huizenbraakalarm. Dus iemand was. Dus het alarm van het huis is afgegaan. Redelijk snel, denken wij, waren hier binnen de halve minuut. Dus dat was normaal gezien de persoon nog binnen. Dus we wouden meteen binnen gaan kijken. Om de persoon op heterdaad te kunnen betrappen. Wist u of die gewapend was? Wat zegt u? Wist u of de persoon gewapend was? Nee, maar we hebben ook het huis. Binnen gegaan met ja, we weten nooit niet wat we kunnen wachten, meneer. Dus we gaan met onze wapens naar binnen. Je bent in je eentje naar binnen gegaan. Je gaat in je eentje naar binnen, dat vind ik wel heel balzie. Ik, dat was de collega achter mij. We zijn samen binnen gegaan, maar Wij zijn buiten gebleven en er heeft een redelijke tijd tussen gezeten dat de tweede collega naar binnen ging. En ik vind dat niet echt schappelijk. Jullie hadden ook met ons kunnen praten van, hey, hebben jullie dit gezien of weten jullie hier iets van? Weet je, nou had je veel meer informatie gehad voordat je praat. Ja, dat begrijp ik, maar ja, mijn collega's kwamen hier nog aan. Misschien jullie te spreken, maar ja, wij moeten wel met twee naar binnen. Mijn collega ging eerst naar binnen. Ja, maar meneer, dit is de enige uitgang van het gebouw. Dus als die inbreekt, kan hij alleen maar daar eruit. Ja, maar dat weten wij niet, hè, meneer. Dat het de enige uitgang is van meneer. Alleen dat de enige uitgang is van het gebouw, dat weten wij niet. Je had het geweten als je dat gevraagd hebt. Ja, meneer, maar ja, wij willen graag eerst meneer op hitte laten kunnen betrappen. Ja, nee, maar je prioriteit zou moeten zijn dat veiligheid op nummer 1 staat. Ja, ik ging eerst naar binnen, ja. En dat tenminste zou ik het vinden op het moment dat ik een groep leid en zoiets zou doen. En het is ook de enige uitgang, dus je kon ook gewoon voor de deur wachten. Maar dat weten wij niet wanneer de enige uitgang was. Het is een heel groot gebouw, hè? Nee, het is een enorm gebouw. Het lijkt me sterk dat er maar één uitgang is. Maar... Nee, ik woon hier op twee ogen. Ja, dat kan, maar ik woon niet hier, meneer, dus... Ja, je had het eerst kunnen vragen, meneer. Daarom had je het eerst kunnen vragen. Maar mijn collega was naar binnen gegaan, daar ga ik hem gewoon helpen, meneer. Als netjes je bewoners... Als huurbewoner zit ik gewoon voor de schroot te maken. Ja, super, goed van u. Druk aan de bak, we schokken ons de pleuris. Jongen, ik ben nog een hartpatiënt, hè? En opeens komen jullie hier zo. Weet je wat ik schrik? Ik kom wel flauw vallen hier, meneer. Maar je schrikt als we even naar binnen lopen, of? Ja, ja, maar ik schrik dat jullie... En welkom naar Sam Krijns, welkom. Hallo. Goeiedag te zeggen. Ja, hij was eerst in de wacht, ja, want... We gaan hier live. OBS, ga ik live. Ik denk dat ik de stad uit lig. Ja, even een no-pijntje. Te gek, ja, dat is een klein beetje ook, joh. Ja, de stad is fijn. Ja, dat vind ik een beetje jammer, meneer. Gewoon een jammer. Ik kan begrijpen, meneer, maar het is voor ons ook nieuw dat wij alarm binnenkrijgen van een huis. Dat was altijd eerst een privébedrijf die dat regelde, maar nu krijgen wij die rechtstreeks binnen. Dus is voor ons ook een beetje zoeken van wat is de beste procedure, natuurlijk.
Maar ja, volgens mij is dat een beetje zoeken niet echt van toepassing geweest. Want er wordt net, ik citeer, wordt net gezegd, binnen 30 seconden waren we hier. En ik vind het heel knap, als jij binnen 30 seconden een procedure hebt en die kan of kan vermelden bij de collega's hoe we dit gaan aanpakken. Ik zou hier even wachten, ik zou met z'n allen aanpakken wat we gaan doen. Als je niet maar dat is ding als meneer weet niet of er een andere uitgang was. Dat weten wij niet. Wij hebben niet elk... Dat een collega naar de andere uitgang gaat, toch? Ja, dan ga je toch met z'n allen even kijken. Gebouw omsingelen, niet met z'n allen voor de deur staan en met z'n allen één voor één naar binnen. Wat zit er meer, jongen? Toch niet. Ik heb een beetje ja, als wij een hartstikke gevaarlijk voor jullie. En voor ons. Als we gelijk naar binnen gaan, dan kunnen wij hem op staande voet aanhouden. Anders ja, is als je alle uitgangen had, kon je dat ook toch? Maar ze hebben iemand wachten met z'n allen, meneer. Wat heb je gedaan? Hey Marco, let's go maatje, super tof. En Jarno, let's go maatje, met jullie lipschap. Hey, dankjewel, super lief Marco. Insane weer, dankjewel. Super lief, Marco. Ja, maar ja, als jij, stel je hebt die twee uitgangen. Super, super. Dankjewel, Marco. Je ziet de persoon super lief weer. Op het moment dat je die melding krijgt. Je houdt die persoon vast, je doet een onderzoek in het appartement waar de alarm is afgegaan. Dan kom je er ook achter dat de dader is, of niet? Een beetje later. Is wel een stuk veiliger. Er zijn veel appartementen hier, meneer. Mag ik een beetje later? Niet één is het appartement dat er was, hè? Nee, dat is stel, we wachten buiten en meneer gaat zich in een ander appartement verstoppen. Ja, dan vinden wij meneer natuurlijk niet meer. Dan moeten we elk appartement gaan uitkammen waar de persoon is. Moeten we iedereen lastigvallen nee, in het gebouw? Nee, dat snap ik. Dus ja, dat is een beetje... Ik had hem iets anders aangepakt in die fiets. Ook, ja, hier snap ik wel een beetje om. Nee, maar als ik meeneem meneer uw feedback naar onze volgende keren. Dus dankjewel voor uw feedback hier, hoor. Dankjewel, Marco! Of zwaar ongeluk krijgt. Dankjewel Marco, super lief. Dat is niet de bedoeling. Dus, nee, zeker niet. Vandaar dat ik denk van... Ja, dankjewel Marco, doe je het nu weer? Zo hè. Eens Marco, dan kom ik dit te geven. Dankjewel, super lief, Marco. Dat rustig een gesprekje aan kunnen gaan en rustig het gebouw kunnen omsingelen. En dat je een hetzelfde resultaat, denk ik. Maar met veel minder risico. Ja, we nemen het mee naar de volgende game. Helemaal goed. Dan wens ik jullie alle twee nog een hele fijne dag, heren. Hey, yes, goed, meneer. Hey, de meneer wilt een flesje water. Yes, zou we moeten fixen. Ga zo fixen voor meneer. Ja, Brazil, sommigen nemen de RP'er serieus. Maar dat mag, hè. Mensen mogen feedback geven en kritiek geven. Hoe we beter kunnen aanpakken. Maar het ding is, ze weten sowieso... Die twee mensen horen bij de ene kerel. Dat weet iedereen. Ja. Dus die willen gewoon een beetje rekken, denk ik misschien. Ik weet niet. Maar ze mogen dat zeker doen, hè. Mensen mogen altijd feedback geven. Het is hier uitslag, Robin. Ik heb nog geen uitslag, Lars. Nee, helaas nog geen uitslag. Nee. Maar dan was ik wel Marco om dit weg te geven. Altijd superleus, mensen elkaar gunnen. Maar dan zet ik echt gewoon elkaar gunnen. Dit weggeven. Dank je wel daarvoor, superlief, Marco. Ik weet niet wie mijn YouTube-account naam schrijft, kan je dat zeggen? Wat? Jij heet hier Mustafa Unor. Of zoiets. 24. Let's go! Ga even naar AB, hè. Je welkom naar Switzerland, welkom! Heet alleen af van of moet ik mee gaan? Jij bent politie, Brazil. Andere server dan of wat? Ik kan mijn bed je zoeken, ben je sloopman van werk. Ik ga even een film kijken. Super, maat, eet de volgende keer, Ramza. Tot de volgende keer, 100% maat. Doe de next time. Wat zei je net? Dat is gezellig. Ga je het alleen afhandelen? Ja, we moeten even naar het HB voor onderzoek. Even kijken. Ja, super. Ik zal meegaan. Ja, zo. Ja, toch. Nou, kapotte ram. Gezellig. Ah, Wave. Ja, Wave is ook roleplay geworden. Ja, dat is juist. Ik eigenlijk, man. Wave. Is ook roleplay. Is gevaarlijk, hé. Hey. Vaak een keer op de weg. Man. Nee, ik heb helaas nog een uitslag gekregen, dus... ja, nou, we zien wel, hè. 1 euro gedoneerd. Hey! Jo, bro, kan je even zo doen naar Timo, want is namelijk aan het wenen omdat hij jouw stream niet kan kijken. Oh. Garme Timo. Het is wel weer raar dat hem ding niet werkt, man. Mijn sound. Ik snap er niks van. Maar dan kom ik over de donatie, maat. Dus even kijken. Dan kom ik wel bouwen voor 1 euro. En ja, Timo...
Ja, sowieso SO naar Timo. Hè. Timo heeft altijd een dikke SO, kent van mij natuurlijk. Maar Timo, SO aan jou. Dat je stream niet kunt kijken. Ja, heel zonde. Het is echt heel spijtig. Dat niet werkt, man. Ja, dat je stream niet kunt kijken. Echt heel raar. Ik vind het echt heel raar dat dat niet werkt voor jou, man. Maar dank je wel voor de donatie, Baal. Ik vind het heel raar dat mijn sound weer niet werkt, maar... Ik vind het echt heel raar dat die sound niet werkt. Het werkt wel, maar... Ja, ook niet. Het is echt heel raar. Ik snap er echt niks van. Dat ding niet wilt werken. Wacht, hè. Alleurbox? Ja, ik snap er echt niks van. Alleen, je kunt even de poort openen. Oh, het is een ambulance. Yes! Alsjeblieft. Ja, we wisten het. Als u. Oh. Rustig aan, meneer. Rustig aan. De poort blijft zitten, meneer. Yes. Hier, vanavond nog. Yo. Wat? Wat doe ik? We willen aangifte doen. Hij kan aan de voorzijde, niet aan de achterzijde. Dat is een garage. Ja, maar wij hebben een auto. En dan moet de voorzijde moeten we illegaal parkeren. Er zijn toch parkeerplekken daar? Ja, maar die zijn vol. Hé, agent. Ja? Maar ik ben even beu met al die fake meldingen van de politie. De tweede keer dat ik hier moet komen en er is hier weer niks. Wat bedoel je? Ja, de tweede keer kom ik hier en er is hier weer niks te doen. Het is wel vaak. En wie heeft die melding gemaakt? Wie heeft, ja, ik ga even kijken wie die melding heeft gemaakt. Ik ga die even bellen. Ja, natuurlijk, bel maar gewoon, hè. Tuurlijk. Welke melding was dat, collega? Welke nummer? Ja, dat zou ik eigenlijk echt niet weten. De 5093. Hé, hey, broski, voor het hek. Is dat niet Jetteke? Even kijken, 5093. Lijkt op Jetteke. Dan denk ik wel eens de brief bouwen, dan komen we voor 1 euro. Ik ga hem bellen, want je hebt nog... Ah ja, hier, 5093. En wat had hij dan gemaakt voor een melding? Hé, hey, goeiedag. Is goed, Mustafa? Spreek met de politie. Nee, je spreekt met je collega die voorin zit. Oh, wat? Belt mij, dat zei ik net. Nee, maar je moet wachten. Onderweg naar 2440, het is melding 2440, wacht, nummer. Wat zijn ze dan? Kerel, ga niet zomaar tabé inrijden. Kerel, ga niet zomaar tabé inrijden. Zij van de kant, agent. Zij van de kant, Ja, meneer, we kunnen weer gewoon aanhouden nu, hè. Nu kunnen we gewoon aanhouden, hè? Aanpakken gewoon. Aanpakken. Niet zomaar op ons HB komen. Het is vast, het is vast. Ja, dus kom gewoon van het HB af, man. Want we hebben hier natuurlijk niks gemaakt. Yes, ja, goed. Oké. Okay. Als we hier nog eentje moeten komen. Dan moet je even een klacht maken. Ja, toch, joh. Dat is heel raar, maar. Yo. Hallo, aan de kant. Gewoon omverbeuken. Ik ga. Zo, man is irritant, joh. Job is zeker. Zo, hè, goedemiddag. Maar het, ja, is goed, man. Dutch Tube kijken is goed, man. Dat is mij heel, heel lang geleden, Dutch Tube kijken, maar ja. Want ik keek hem toen hij nog. Doe maar Gamer heette. Dutch Tube heette vroeger Doe maar Gamer. Dat is wel lachen, maar. Oh. Maar ik vind het heel raar dat het niet wilt werken, man. Die sounds opeens. Ik vind het heel raar. Ik ga wel beter fixen. Volgende livestream. Dat niet meer gebeuren, dan zegt hij. Wat irritant. Wie is dat? Wie is dat aan het doen? De ene keer, om eens te weten. Ja, ik vind het ook heel raar zijn dat Timo stream kan zien. Dat is spijtig natuurlijk, want ja. Maar ja, heel vreemd dat dat niet kan. Ik zou ook echt niet weten hoe dat komt. Ik heb er echt geen verklaring voor. Want ik kan andere mensen wel kijken, dat is nog het raarste van al. Ik kan alleen mij niet kijken, dus ja. Dat is echt heel raar. Is er trouwens al een straf voor gemaakt eigenlijk voor inbreken? Waar zitten ze eigenlijk? Waar heeft die gestoken? Zit hij hier nog? Of hier? Hier zit... Ik snap het natuurlijk wel dat ik dan niet drugs moet gaan doen, maar ja, dat is dan een domme fout van mezelf. Hier. Het alarm, ja, dat weet ik niet, meneer. Ik woon er niet. Je woont er net. Ik woon er niet, zei ik. Nee, misschien zijn ze er nog. Maar nogmaals, dank u wel, uiteraard, Bouwen en Marco, voor mijn lidmaatschap en donaties, alsjeblieft, uiteraard. Dank je very well, 100%. Maar, wordt echt gewaardeerd. Misschien het woon-BV van dat bedrijf zo contacteren. Weet u wat voor melding kreeg? Want hoe ging dat, de melding? Dat kan natuurlijk ook wel in de meterkast lopen. Oh, ik weet het al. Ik weet het al, meneer.
Ik heb in de meterkast lopen zooien. Dat is natuurlijk wel een van mijn eerste, eerste klanten, hè, natuurlijk. Want ik ben nog niet heel goed. Ik ben heel goedkoop. Ja, ga maar door met je dienst. Ja, is vernomen. Oké. Okay. Jojo. Ja, natuurlijk heel goedkoop, hè. Dus ja, ik kan wel blijven, maar ja. In ieder geval nog, nog veel gaan gebeuren. Ja, let's go. Daar gaan we. Maar de wit of de gele T kan ook, of dat niet? Dat weet ik niet. Negatief, bij dat ik weet niet. Dan langs hier de deur, yes. Winkel of een man, er zijn veel winkel geweest vandaag. Goedemiddag. Wel leuk hoor, veel actie te doen. Dat is Kamar. Ja, dat is Kamar. Niet onze kant, dus wij kunnen niet veel gaan doen daar. Yo. Blij dat je terug bent, man. Ik mis mijn sip. Wat zeg je? Blij dat je terug bent, man. Ik heb mijn sip, zeg maar, gemist. Maar wat zeg je nu? Jij was nog bezig met de melding, of niet? Ik was bezig met de woninginbraakmelding, maar die is wordt afgehandeld door een collega. Ah, oké. Okay, ja, top. Wel daarom dat ik zeg dat ik blij ben dat je terug bent, want ik mis mijn sip voor andere achtervolgingen. Oh, zo. Oh. Ja, zo. Oké, okay, top. Even in dienst, hè. Yes, dankjewel. Ik ben helemaal terug, joh. Hupsa. Helemaal beschikbaar. Wie is dat eigenlijk? Anton is dat. Anton. Maar biedt gaan verlaten, meneer. Nu ga je momenteel verboden voor biedt oprijden. Kom maar even mee. Kom even mee. Kom. Heeft hij nu een kerel al ver gereden? Doodvallen op het terrein. Er was een kerel die was de muur aan het klimmen. Ik zag hem doodvallen. Nou, dat is een probleem, hè? Dat is niet over gaan klimmen. Ja, maar meneer, dat is daar heb ik geen enkel bericht voor, meneer. Mensen moeten niet zo van de muur over gaan klimmen. Maar ik zal even kijken, waar is die? Ja, volgens mij, ik zag hem als hij het terrein binnenloopt. Yo, dat is aan de collega die gekruist is. Binnen dood. Ja, geen bericht. Alles oké met jou? Wauw, wat een noob. Dak is al een heel stuk ingetuigd. Kerel toch, wat doe je toch allemaal, jongen? Jongen, wat doe je toch? Ja, misschien een even kijken naar je pols aan, meneer. Even nou maar. Ah, toch probeer over moeten klimmen. Hey, mors dood. Wat een roosje voor u, meneer, sterrite. Rest in peace. Ja, zeg, fout. Hij klimt over de muur heen. Ja, ik moet u, slecht nieuws vertellen, meneer. Hij is helaas overleden. Nee. Ja, hij heeft de sprong niet overleefd. De val niet overleefd, helaas. Oh nee, dat was mijn zoon. Uw zoon? Ja, dat was mijn zoon. Oei, ja, helaas. Ja, hij heeft niet overleefd. Hij is morgen dood. Op slag dood was hij. Naar mijn zoon. 36, kom eens uit. Geen bericht? Zou je kunnen koppelen aan de koppelprio 10 met de afgewoning van tegen 6 met de DSI? Ja, is van allemaal. Links af richting PowerPoint. Yo, Berg gaat het. Wij gaan op vanaf 15. Is beschoten? Bandje lek. Van jullie of van hun? Welke auto's? We kunnen oranje, een beetje oranje-achtige Cayenne. Oranje-achtige Cayenne. En even kijken aan nog wat andere auto's. Wat is dat? Zijn jullie die Brabus, zijn dat? Groen. Komen jullie net vanaf de 15? Ja, we zijn nu voor PowerPlant, gaan we nu bij onze dino. Die volgeschoten op de RS6 net. Onze dino. Ik heb van deze A9 dan. Ze blijven gewoon schieten op ons, hè? Onze bandlekkers blijven schieten op ons. Hoe komt het ooit? Waar, welke auto? Ja, ik weet niet. Ik ging omlaag. Het is een. Die RS6, hè? Ja, RS6. RS6. Hé, lekker, Mustafa, leuk man. Er zitten twee andere auto's achter. Oh, is E-Sif, Unmarked Sif. Wie is die Unmarked Sif? De band is eraf van die RS6. Waar? Voor IKEA. Voor IKEA? Brabus ook brandlek. Rode Brabus is hier gestapt. Het is in die drukken. Rode Brabus. Gaat IKEA, IKEA. Bij IKEA gaan ze uitstappen. Kom. Maar je frietjes gisteren, ja, lekker is aan. Wel, was zo'n biekje uitjes op, hè? Is er niet zo'n zorgentje dat jij dat zegt? Zo'n zorgentje? Hij is echt vol aan het schieten. Shootout, IKEA. Wie is IKEA? Oké, IKEA zijn ze aan het shooten. Zijn ze achter IKEA? Ja. Ja, ze, zitten, ze zijn off-road aan het rennen. Rennen? Maar komt door, Zeta, ik loop hem gewoon. Zeg als ze waar ze in overstappen. Ja, Shana, het is gewoon goed gestegen, hè? Zijn jullie waar ze in overstappen of niet? Allemaal heel goed gestegen, hè, alles. Ja, fijn, komt.
Wie is die rode op de berg? Een rode... Dat is een KN. Dat is een KN, maar we weten niet wat hij doet. Wij zijn met hem bezig. Hij valt naar beneden, maar we hadden geen zicht op punt. Er zat een noot op naast. Waar is hij nou dan? Ik wil, hoe zijn ze hier allemaal weg? Dat kan niet. Iemand van ons op het dak? Zit iemand van ons op het dak? Ja, wij, maar... Nee. Maar ik wil niet met hun, bro. Ja, ik ben nog maar net. Wij waren bezig met die KN. Ik dacht dat jullie in zicht hadden. Nee, wij hebben niks gekald. Ja, fijn. Nu zijn ze weg. Zo lekker ik hoorde dat ze over rood gingen rennen. Ja. Wij rijden over rood en we zien iemand. Zo, bro. Ja, fijn. Ja, die auto staat hier wel. Ja, die auto staat hier wel, ja. Daar hebben we niet van. Maar je kan hem maken en je kan hem in beslag nemen. Ik ga ook wel nu toch? Ah, dat is iets anders volgens mij. Maar dat is over iets anders. En die R6 ook trouwens. Ja, we gaan ze gewoon maken in beslag. Wat is dat dan, jongen? We hebben dingen van de baan afrijden. Ja, kan ik wel. Kan ik wel geloven, ja. Ik zou alleen een witte Taycan wegrijden. Het zou ook echt kunnen dat ze gewoon verdwenen zijn. Ja, witte Taycan werd net in een portal gekald. Ik wil dus even rechtbeuken. Die persoon heeft zo'n motorvest gaan, zeg maar. Kun je ons even rechtbeuken? Ja, diegene in die R6, ik weet wie dat is, die heeft altijd dezelfde outfit als Chevy. Wat het rare was, wij... er zag een met een motorvest, want die staat hier nu al bij mij. Kun je ons even rechtbeuken, hoe zit dit? Waar zijn jullie? Ik zet even de melding. Een blauwe R6. Ja, maar ook bij die blauwe R6, daar staat iemand met zo'n... Ja, weet ik veel. Hij kan aanboeien. Die zit achter de bestuurder. Wel dik, wel nice die flashlight, hè. Ik vind het wel vet. Die flashlight. Is wel cool. Snap ik, laat die auto wel staan, ja. Ja, mag ik. Ja, wel vet die flashlight, vind ik altijd wel, zo wel die wapens. Oh ja, ik ben er wel. Gewoon donker is wel echt wel vet. Ach, met een rare shit hier. En deze ik zag er een markt naast staan, maar ik weet niet wie dat zijn. Ja, maar ja, wie dat dus. Ik weet niet wat hun allemaal hebben gedaan, maar ik dacht dat ze hun zicht hadden. Ja, die beige emerge, ja. Er werd gekald dat ze de berg gingen, dus wij gingen naar de berg toe. Ja, wie kwam of wat? Ik weet niet. Oh, Wolof, je bent weer op een verkeerd moment. Wij reden daar en we zagen... Ik zag ze... Hij belt heel wel op een verkeerd moment, jongen, dat is niet normaal. Recht achter de IKEA. Ja. Wie is de rode ST op de berg dan? Zijn wij maar niet. Nou, de rode Brabant staat op Rico Nacho. Ja, well. Oh, jongen. Nou, ik ga hem gewoon de impound in. Die blauwe KN, is dat? Dan de rode Brabant weg van Nikke, ja. Met die grenspost. Ah, oké, is van allemaal. Lol, zijn hun. Jitteke, als ik niet opneem, dan moet ze niet blijven bellen. Mijn mond ben ik in een prio, dus ik ga niet even liggen bellen. Kom je mee, Duke? Rode RC op de berg. Schiet die. Schiet hij? Oh, daar, ja. Ja, daar reed hij net die nog. Die beige Cayenne die trok naar de wapenpons uit de auto. Beige Cayenne. Waar ben je bij gaan? De winkel. Je moet me ophalen, Duke. Waar ben je? Bij de winkel? Bij de scrapyard daar, bij die impound. Ja, kom. Beige Cayenne heeft de pistool. Maar terwijl ik hem vond met allemaal Cayennes en SRT's, ja, dat is niet normaal. Oeh. Dat was bijna. Dat was wel heel. Dat was close en gevaarlijk. Goedemiddag. Op de weg snel. Er zijn echt veel mensen hier. Ja, er zijn ook momenteel 2 rode SRT's hier. Niet normaal druk het momenteel is hier. Ja, ja, zo'n raam zijn er wel maar uit. Wacht, laat me even die wakkie maken. Oh, ik heb geen repair kit. Heb jij? Oh. Er zijn echt veel mensen hier. Er zijn echt veel mensen hier. Maar welke rol... Net een bericht gestuurd, een TikTok. Hey, nice man. Is goed. Ja, prima. Dan zeg je vlak, jongens, superlief. Want we hebben namelijk nog maar even kijken. We hebben nog maar 7 likes, dames en heren, voor de 15 was superlief. Like zeker. En ook nog steeds 19 abonnees nodig voor de 10.000. Nee, sorry. 11.000, let's go. Super lief. Zeker doen, dames en heren. Dus, heb je meegenomen dan? Want dat gewaardeerd. Misschien medische hulp te dienen aan de collega's? Eén collega is nog te redden. Deze gaat statistiek. Gewoon deze neergeschoten dan? Ik neem snel. Ja, komt goed. Yo. Jongens, rode ST heeft geschoten, toch?
Hij wordt gehandicapt, ja. Of niet? De ja, de chef die heeft even op ons geschoten. Welke? Zo snel ik nu. Ja, band lek, band lek. Oh, wajo, wajo, wajo. Blauwe RS6, blauwe RS6. De chef die heeft een grote AK. Die beige Cayenne heeft ook wapen. Wie is dat? Wie is dat? Maakt. Wie is op? Ah, dat is die. Twee maar, die rode ST. Ja, maar twee rode ST's zie ik hier. En die Cayenne ook allemaal, als het goed is. Wat moeten we nu pakken? We hebben meer ene nodig hier. Yo, welkom Brian. Want ik maar pak die. Hij zit de camera moet in zijn prio. Oh, kerel. Goedemiddag. Die volledig beschoten. Maar yo? Ah, kerel, dat is weer typisch. Yo man, ik heb het volledig weer beschoten. Ik heb zwaar beschoten. Ik heb een heel... Oh yo, het is echt chaos hier. Kleur? Ja, rode Cayenne. Allemaal rode auto's, SST's. Rode Cayenne. Waar ben jij, Duke? Locatie? Ikea. Nu richting viaduct. Wordt nog steeds beschoten. Oh. Rij maar, Smil, rij maar. Dat zijn rode, rij maar. De zwarte? Ja. Locatie? Ikea. De piston overgestapt. Is die band lek of niet? Ja. Volgens mij niet. Hoorde de pop. Nee. Nee, hij rijdt gewoon door die RS6. Ik ga niet achteraan. Ja, hij heeft ontgeslapen. Band is wel lek. Band lek. Is wel bandlek. Ah, hij is kapot. Ja, hij ziet er ziet. Drie mensen. Oh. Ik weet niet bij je zo. Ik ben dood, denk ik. Ja, ik ben dood. Ja, ik zit op plaatsen, maar... Bro, mijn auto remt niet en ik stap uit. Locatie? Ikea, man. Iets verder dan Ikea. Ja. Een collega van mij is ook dood. Oh, rip, ik ga even terugdraaien. Ik zei echt, je stapt met drie personen uit. Schoten, Ikea weer. Oh. Nou, veel. Ja, deze hier, dit is voor die. Veel kun je niet doen hier. Dus... Eentje geneutraliseerd. Oh, let's go. Twee geneutraliseerd. Bij Ikea worden we ook zwaar beschoten. De onder ligt er ook nog een wacht. Ik heb er twee geneutraliseerd. Onder de brug zit er ook nog een wacht. Je redt hierin. Onder de brug? Ja, onder de brug zit er ook nog een. Onder de brug? Waarschijnlijk dat we van de buitenkant worden beschoten dadelijk. Zijn er meer mensen? Wat joh? Ja, van Onderberg wordt er geschoten. Ik heb beschoten. Van de berg? Chef, je werd ook weer niet mee, jongen. Het auto, de bruine gele Cayenne. Ik dacht dat die onder de brug zat. Ik kan dit worden, ik heb wel beneden nu. Ja, denk ik wel hoor, ik moet zeker lid worden, dat moet zeker niet. Ik heb alle twee personen zo. In hun hoofd geraakt, zijn niet meer te redden. Oei! Rechts van jullie. Waar? Rode RCT die nu de berg rijdt, heeft AK, die rijdt nu de berg in. Onder de brug bij Ikea heb ik een klein beetje geraakt. Dat is wel Kerstman. Mijn band terug niet. De SRT van mij net ook uit. Nee, die had een AK en een pistool ofzo. Die nu in de bergen rijdt. Ja, precies. Ah, wat dan Marco? Wat is daar gebeurd? Wordt die blauwe Cayenne ook bij hen? We gaan kijken. Cayenne is op de treinspoor. Ja, maar het lijkt een beetje als elkaar. Oh, daar is die, daar is die. Een rode SRT op de treinspoor. Ja, die rode SRT die heeft wel een AK op zak. Ah, dat is niet, zat er niet bij. Gewoon opstellen en... In die Cayenne gaat nu een pistool, man. Die ja, markt. Die beige Cayenne die heeft ook een pistool. Ja, die gele Cayenne waarschijnlijk een twee. Pistool. Ja, acht. Ja, maar helemaal de bergen in. Hey, let's go! Waar was je berichtje? Wacht hoor, ik heb het berichtje niet goed gehoord, wacht. Wat zei je net? Trouwens, niet in je eentje daar naar boven gaan. Aan Glenn, ja, dat zeker doen. Merlin, ja, zeker goed te doen aan Glenn, dat komt helemaal goed. Dat zeker doen. Ja, zeker doen. En dan over 3 uur, maat, dankjewel, Merlin. Super lief. Oh, echt hard gewaardeerd, dankjewel. Super lief voor je, 3 euro. Trouwens, doe even voor Merlin een hartje, jongens, uiteraard.
Doe even haar sinds, dames en heren. 100%. Hier rijdt hij wel daar verder, die rode. Hoe zat iedereen opeens met mee? Ik zat hier een ander. Die rode SST heeft net ook geschoten, zeggen heel veel mensen. Hoezo redt hij? Die was er ook bij. Dat is toch iemand een andere zaak? En dan kwam aan Merlin, dan kwam aan voor die euro. Super lief, maatje, dankjewel. Dankjewel. En zeker goed te doen, Aklein, 100%. Mag zeker doen straks. Komt helemaal nog de maat. Het is een heel. Ja, ik weet niet. Het is een heel aparte zaak weer. Maar dit is wel een andere rode SRT, toch? Want die is nu net daar. Wie is nog allemaal levend? Ik. Ik heb geen zorgen dat een bruine Cayenne wapens erin is zit. Maar dat staat net al vier keer of zo. Oh, bruine Cayenne staat hier stil bij de dode twee. Ja. Ambulance gaat hier behandelen, misschien moeten we even. Nou, kan die Amber hier naartoe komen naar die collega? Ja, die Amber zit criminelen te helpen. Die twee waren normaal gezien al dood. Er zit criminelen te helpen hier. Nee, dat is deze hier, bij die hardbeen. Waar gaat hij nu zo spookrijdend, joh? Je ziet die criminelen te helpen. Hey, die A6, ja, kan bij die hier blijven? Kunnen hier meer eenheden komen? Dan wordt hij heel druk. Twee rode ST's ook. Ja, die collega's dood. Ja, die collega's dood. Ja, die collega's dood. Ja, die collega's dood. Bij dat brug. Niet ook hier als dan. Sorry? Ik dacht, ik ga het even vermelden. Ja, dankjewel hoor. Super, dankjewel voor uw voor informatie. Het is wel heel druk hier nu. Niet zomaar stilstaan hier. Hier is een beetje. Zo jongen, wat een opstopping hier. Oh, volgens mij is één persoon omhoog geholpen hier. Dat kan niet. Nee, ik ken jij het. Oh nee, hij is aan de zijkant gerecht. Ja, die andere. Het is zo druk hier, maat. Niet normaal. Maar het is wel heel druk. Er zijn hier nog. Heb je nog een vinger? Mijn hele zijn niet te helpen. Kan je me even hier naartoe sturen? Of hier ook bij zijn? In die B-klas. Nou, die B-klas kan je me even hier naartoe sturen. Ik ben omhoog geholpen en kan ook weer terug mee. Tun. Ja. We rennen mee. Die daar bij de ambu staat. Oh joh. Hallo, wie staat hier bij de ambu? Wacht, ik sta nu aan de overkant van de ambu. Ja, bij de ambu. Zo jongen, bij de ambu. Ja? Gaan we even die ambu hier naartoe roepen? Ja, aan de andere kant van de snelweg? Ja, ja, ja. Waar hebben we mijn shift staat hier? Die je maakt. Even snel graag. Nou, dat is een market shift. Zo. Ze negeren gewoon, ze rijden gewoon door. Straat hier, ja, wat doe je? Nee, zijn we zijn. Wat doen die kerels, jongen? Zeg, wat deden die kerels? Allebei niet. Zo. Dat is een deur, joh. Ik dacht, al was dat nu weer. Wel echt chaos net. Die maat echt veel mensen. Joep aan. Oh, joh. Wat hij nou weer? Voor de ST komt hij. Je zou geschoten hebben. Ja, meneer, kunt even de E-spier klikken? Meneer, E-spier. Anders kunt u niet omhoog. En morgenmiddag ook live? Waarschijnlijk wel, ja. Nou, ik ben E-spier. Waarschijnlijk ben ik morgenmiddag live en niet in de avond. Maar ja, ook bij grenspier. Jullie wapen. E-spier. Hij heeft de E-spier. Maar biedt het verlaten, meneer. Eerst voordering. Heren, maar biedt gaan verlaten, alsjeblieft. Yes? Eerst voordering. Waar is die? De derde wordt u aan. Heeft ook geen band mee aan. Ah, rij maar eventjes door, man. Wat nu weer? Ja, bro. Wat doen hun dan? Ik weet niet of jullie wisten waar. Hij toch twee mensen hier met mij. Ambu wellicht. Hey, thanks. Ik heb laten liggen voor het zijkenveld. Wat is je illegale Ambu, man? Jongen, wat doen die kerels? Ja, Liscoins hebben volgens mij ook wapens. Je moet doorrijden, heren. Yes? Hey, ben jij ook? Even instappen? Blijf staan, wegwezen. Hey, sub, de raam staan. We hebben ook echt drie wapens. Geweldig, dankjewel, sublief. Zeg bij zijn morgen. Ik maak er een blauwe R6 met een collega daarin. Die volgens mij headshot was. Dat is al lang geleden. Nee, niet zo heel lang volgens mij. Dit doet me dit snaren te maken. Dit is neer. Nog omhoog geholpen worden of? 1, 2. Ja, broer, die ambus moet echt op een aardappel per se, ik zweer het. Doe ik nog een kamak neer hier, wat verder. Ja, die is dood. Maar die is dood. Die is helaas gestorven. Ja, is vernomen. Dat dikke rip. Maar Snow moet ook nog ergens liggen, hè? Maar ik weet niet waar hij ligt. Zijn AK's te goed?
Geen idee. Oh, in principe, DSI is neergeschoten, denk ik. Ik denk één DSI maar. Of nee, twee, denk ik. Nou, ik ben één keer geraakt. Er waren twee, eentje, ja. Was, ah, zo nog te redden, hoor. Zo nog te redden. Oh, dat is echt raar. Ja, voor mij wel. Ja, deze rode is tegengeschoten, anders is het gewoon een vuurwapen. Ja, dat heb ik. Ja, hij heeft wel net geschoten. Hij heeft wel net geschoten, deze ST. Beter V? Ja, welke? Ja, deze dat wel doen. Heppa! Ja, ah, sowieso iemand anders. Ja, het zou ze niet met wapens terugkomen. Ja, het is Thomas, waarschijnlijk heeft hij niks. Oh, we laten nu wegrennen. Wat is wat de locatie? IKEA. IKEA. Bam, bam, bam! Ja, waarschijnlijk heeft sowieso niks meer bij zich, hoor. Hij is sowieso niks bij zich. 100% niet. Zo, wat heb je er dit dan? Wat heb je er liggen? Ik zie volgens mij ook weer die KN die mogelijke schoot had er net. Wie rijdt er in mijn Brabus? Niemand van ons. Er zit in die groene Brabus daar die er over rood rijdt, zit, is mijn auto. Een Brabus? Ja, die komt nu hier naartoe. Rijdt nu op de weg. Kan iemand hem een vuurwapen richten op hem? Anders een band lek schieten. Deze. Schiet zijn band lek anders, schiet zijn band. Hey, oh, oh, jongen. Ja, oh ja. Maar rijd hem ook even lekker voor. Ja, gaat even over het. Het is een kloot volgens mij. Gewoon een klotertje. Ja, ik denk ik ook. Nou, er zaten wel drie mensen in. Ja. Jongen, deze kerel. Omheen rijdt ook de hele tijd te kloten met een auto. Die knalt daar heel de tijd. Jongen. Ben morgen jaren en let's go, Mustafa. Jongens, dan moeten we niet met z'n allen hierop gaan focussen. Nee, klopt. Ik ga er wachten. Eén naar beet Kerton. Er zijn echt veel kloters hier soms, dat is niet normaal. Dat is een Morrit. Dat is wel leuk, ze veranderen gewoon de kleuren. Dat is wel lachen. Ik kan me niet rennen. Dat is de kleur aan veranderen. Een Nintendo Wii. Oeh, upsa, let's go Mustafa. Nintendo Wii. Maar een Wii? Bestaat er nog? Een Wii? Die Brabus plankt hem door. Maken ze daar nieuwe varianten van een Wii? Nee toch? Met je bandje lekker. Maken ze een Wii? Anders kon je niet zo ver doorrijden. Huh? Dat is toch al... Wat gaan we nu doen als een... Man, dat is 15 jaar geleden, van mij. Nee, maar wie blijft er nu bij de ambu? Is die mijn Brabus weg? Ik ga er wel. Ja. Jij nog BP. Ik ga er heel zacht achter, maar ja, trouwens, ik heb hem zo goed in zicht. Ja, waar is de ambu? Ik zit er goed af, man. Oh, ik ben er normaal bij gevallen. Zit ik hier met de ambu mee of met iemand van ons? Volledig krijg je er een fucking code die niet kan rijden. Maar waar is die ambu nu opeens? Hij is door. Waar is hij nou? Richting Olievelden. Waar rond is die ambu? Oh, hier is die ambu. Oh, waar is er nu? Nee, heeft niemand bij. Natuurlijk richting... Nou, oké. Okay. Dan hebben ze in de auto gestoken. Ja, dat ze in de... Ja, in de ambu hebben meegenomen, maar... Maar richting haven, zeg maar. Dus dan linksaf richting haven. Richting grote haven. Oh, daar staat bij treinspoor bij die deukdings. Ah, daar niet eens, ja. Outro half. Maar ja, hoe oud gaat dat worden, Mustafa? Wel heel benieuwd dan, ja. Hoe oud dat je dan gaat worden? Als wij die vraag mogen stellen, natuurlijk. Ja, oh, die voel ik, ja. Oude teststrip, ja. Wat, wie is die groene auto? Ja, ik ben die groene auto. 13. Rijdt die auto? Nice man, ben je bezig? Ja, nu richting dinges. Hij rijdt richting TuneShop Bloggenpark. TuneShop Bloggenpark. Ik crash, denk ik. Maar ik vind het raar, want ik... collega. Wat? Collega. Jordi, voor je zit een shotgun. Wat? Voor je zit een shotgun? Kun je nog komen? Collega, kom maar. Is er nog twee voertuigen achter die... Waar gaat de Brabus? Als locatie? Rij A2 via duct van Feyenoord door de Waterschijving. Oh wauw. Ik kom echt net vandaag. Zeer door richting de grote brug van A2. Maar oh wauw, heb je video wel bekeken? Ik heb een witte Brabus bij Broekpark. Bij 13, ja, Marco, ja. Bij 13 dan krijg je een RSS. Nee, dan krijg je 500.000 euro. Geen RSS, dat is nog iets duurder. Grenspost.
Ja, natuurlijk is het kloot. Die man die nakt mijn auto en gaat volgens over rood rijden. Hij staat momenteel richting 707. Hij is volledig gecrashed. Oh, je rip, volledig gecrashed. Ga doorrijden. Sana, jij bent 31. Toch? Of 30? Nee, 31 toch? In jaar 31. Of ben je 30 geworden vorig jaar? Nee, 30 ben je geworden zeker. Tot ah ja, 31, oké, okay, ik heb toch gelijk. 31. Zo'n beginner, die guy heeft ook gewoon 10.000 contant op zich. Oh wauw. Ah, oh, ze hebben hem al. Ja, deze heeft niks op zak. Ik heb je auto, Snow. Ja, ik ben er bijna. Snow is een auto terug. Jarig, heb... oh, Sana, je bent jarig in november, maar. December, in november, hè? Oké, ze hebben auto terug. Goed aan. Waar moet ik? Melding in de meldkamer. Waar staat hij precies bij de? Hij staat bij. Als je vanaf het viaduct bij Rose Dino doorgaat richting Sterren. En is dat 29 november dat je jarig bent? Ja toch? 29 november? Oh joh. Goedemiddag. Wat hou je hem doen, jongens? Dat gaan we niets meer doen hier. Dat is mij staat dus 4 nu. Dit is al pak dus 10k en laat ik hem gaan. Ah, 30 november. Ah, oh, ik was heel dichtbij, Sana. Ik was heel dichtbij. Oh. 30 november. Die rode SRT nog? Ik twijfel tussen 30 en 29. Nee, die heeft mogelijk nog geschoten. Hij werkt op BFV, ik denk niet dat hij uit is gekomen. Ja, daar reden er 2 rond volgens mij. Dun. Ja, ja, Sana, I know it, but ja, alleen één dagje. Eén dagje. Niet juist. Wat klopt er niet, Hamza? Waar ben jij eigenlijk, Hamza, als ik maar vraag? Gewoon een vraag, hoor. Ik ben nooit naar jou gevraagd. Ja, niet dat essentieel is of zo, dat dat belangrijk is, maar... Dus voor de fun. Wat wil je met deze persoon hier zo doen, die je net zo aangehouden? Een paar, zo, is wel weer... Oh. Ga je maar een boete. Dus dan moet wel even een beetje fixen, boetes. Want... Ja, FPS blijft wel echt... Ik heb wel liever, want veel kunt er niet meer doen hier. Er is niet veel te doen hier, hè, in die porto. Amsterdam de Waag, ja. 21.09, Demik, hoe is uit? Ja, maar Hamza. Hamza, dat is echt... Mensen... Zelfs Glenn is groter dan Sana. Glenn is zelfs groter dan mij en hij is 15. Wordt 16. Dus... Ja. Dus dat heeft echt niks met leeftijd te maken. Dat heeft alleen maar te maken tussen je 0 jaar. Ja, 21.07, Thomas, kom eens en uit. Je. Je bericht. 18 jaar. Ik wil heel snel een Porto 2 spreken. Eén vraagje. Wat is die? Ja, maar ja, Hamza, je zegt kleiner, maar kleiner maakt niet uit, hè? Want Glenn is 15. Ik ben 22 trouwens, hè? Geen 23, ik ben 22. Dus welkom in deze. Dus ja, dat klopt niet echt, ja. Agent. IBT. Ja, opco, dat was... Ja, Sana inderdaad, ja. Speciale dingen ofzo. Maar ik ga fietsen, joh. Dan mag jij op... Ja, wil je even proberen? Een wheelietje proberen? Moet ik wheelies uitproberen? Ja, probeer maar. Maar kijk eens goed. Het wel kan. Wacht, hè. Ik ken niet heel vaak gefietst. Zo spring je brouwt eigenlijk. Je moet shift ingedrukt houden, meneer. Dat maakt iets makkelijker. Hupsa! Oh hey yo! Lekker fietsen! Kijk okay, meneer, hij kan makkelijk 80 km per uur gaan, hè? Dat is een wilde fietsie. Wat doe je Willy dan? Is dat dan een. Kijk, als je vanuit sales aan het doet, je houdt je control ingedrukt en dan spatie ingedrukt houden. En daarna geef je een beetje gas. Oh. Ja, dat is niet makkelijk. Ik vind het niet makkelijk. Ah, ziet er ging bijna. Ah, dat is wel lachen. Doe jij eens voor dan, hoe doe je het dan? Wat wil je doen? Ben ik ook wel benieuwd, hè? Ja, ik kan wel. Laat eens zien hoe jij het doet. Zo! Ja toch? Zo, hé, lekker man. Zo, knap hoor. Oh. Kun je ook zo blijven rijden of dat niet? Ik ga proberen voor je. Oei, ja, okay, dat is niet... Bijna goed, bijna. Bijna. Oei, joh.
Oké, nog eens, nog eens. Oh. Hopla. Ja, goed hoor. Niet makkelijk. Oh. Ja, het gaat wel vaak goed, hè? Ja, zeker, zeker. Dan ga ik ook eens proberen. Je moet gewoon een beetje door hebben, weet je? Ja, klopt. Oké, wacht. Dus we moeten stilstaan. Wacht. Ja, wacht, hè. Zo, ziet u niet heel gezond uit voor uw rug, meneer. Zo. Allee, ik weet niet. Oh. Allee, hoe doe je het dan? Hoe doet hij dat? Ja! Oh, bijna! Bijna, zag je het? Echt bijna! Oh, wacht hè? Oké, we zien of die politieagent niet zijn dag vandaag. Oh, nee! Alleen man, het is niet gemakkelijk. Oh! Het is niet simpel hoor. Het was wel lang, man. Was wel lang. Het is echt niet... Ja, het was wel lang, maar het is echt niet makkelijk. Ja, een beetje money farmen. Heel moeilijk om te kunnen, ja. Dan heb je veel jaar oefening van nodig, denk ik. Nee, ik pak wel even. Wacht. Kijk, 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 ik heb iets voor jou, wacht. Zeg het eens, meneer. Ik ga hem een politiefiets geven. Ik ga hem gewoon een politiefiets geven. Oh, waarom gaat dat niet? Oh, verkeerd spier. Noodhulp? Ja. Kijk eens. Hij heeft een eigen fietsje, meneer. Ja. Zo, doe maar lekker. Wacht. Iets grotere. Ja, hey, des te groter, des te beter, hè? Oh! Zo! Wacht. Ik had hem net. Ja! Ja! Oh! Allee. Nee, nog niet. Ja, allee. Ja, allee, bijna. Echt niet makkelijk hoor. Zo, wat doe jij dit? Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen? Jemig joh, is dat apart? Hij zat eenmaal op zijn laatste, op eigen achtste wiel. Dat is wel mooi zeg. Mooi wat kunstwerk. Wacht. Dus zo. En dan spatie. Dan vooruit rijden. Allee. Niet makkelijk. Of control zegt hij ook. Maar meneer, waar komt hij zo'n fietsje dan? Zo eentje die u heeft, zo'n spliksplint nieuw, hè? Ja, dat is van politie, hè? Dat zullen we het maar hebben. Dan mag je mee rondrijden in de stad. Ja, het is niet mijn fiets. Ik heb hem ergens gevonden niet. Oh, je hebt hem... is het die fiets die niet voor de deur lag? De hele tijd. Ja, ik lag hier net dood, meneer. Ik was aangereden. Oeh, dat is niet heel goed. Dat is niet echt heel prettig. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat is een beetje pijnlijk, eigenlijk. Ai. En een beetje bloed nog op uw arm, zie ik. Ja, die is ook niet uitgewassen. Klein beetje. Maar ja. Een schaafhondje, ja. Ik kan één keer proberen hoor, vind het wel leuk. Ja. Oh, fiets vanzelf. Ah, allee. Oh. Wat de hond. Zag je dat? Linker muis op inklikken. E daarachteraan, dan vooruit fietsen tegelijk. Linker muisknop. Maar dat is echt niet zo'n linker muisknop. Linker muisknop? Huh? Linker muisknop inklikken, E. Daarna vooruit fietsen. Dat is een fietsbel bij mij, E. Bij mij is E de fietsbel. Ik weet echt niet hoe dit werkt. Net kon ik het wel hoor, net ging het wel. Linker muisknop en dan naar achter slepen. Ah. Is dat een ding naar achter slepen? Nee toch. Daar is hij weer hoor. Linker muisknop en dan naar achter slepen, dan vooruit fietsen. Oké. Okay. Achter slepen, de muis? Nee toch? Bij mij doet het niets hoor. Bij mij echt helemaal niets, linker muisknop. Wacht hè. Allee. Mag ik nog even stilstaan proberen? Nee, joh. Ik weet niet. Bij mij bijvoorbeeld echt niet zo'n linker muisknop.
Voor mij echt niet doen, denk je maar zo op. Oh! Huh? Dat is gewoon een beuk volgens mij. Ja! Oei, oh. Hé, hey, heren, maar even terug uitgaan, hè? Ik zit vast. De politiebureau, niet. Rellen. Ah, meneer, wil jij tik voor je bakkes of niet? Zo, meneer, wat doe jij hier? Ik kan een bakje koffie drinken. Een bakje koffie, meneer, maar helaas is de koffie op vandaag. Geen koffie meer. Geen koffie meer. Is er wat anders te drinken? Helaas. Helaas niet. Alleen voor personeel. Het toch Jannetje? Relletje? Het toch Jannetje? Wat? Het toch Jannetje? Ook niet. Nee, we mogen niet drinken tijdens de dienst, hè, meneer. Nou, dat is allemaal niet. Er is wel een winkel hierachter, is een winkel. Dus als u daar even kan gaan halen. Ik heb alleen geen geld. Oh. Dat is niet de bedoeling, hè, meneer. Maar even wel een beetje gaan verlaten, heren. Ja, jongens, jongens, ik ben video op de fiets. Hey, kerel. Hey, ben je de burgemeester of zo? Nee, wel. Wat denk je nu? Dat je zomaar komt hier? Gebied verlaten, dat mag alleen de burgemeester doen, bro. Tuurlijk niet, wat denk jij nou weer? Kom, maar even doorrijden. Dat is uw kenteken trouwens. Rellen. Hey, even fiets afgaan. Hey, kerel. Wat denk je zelf, jongen? Met je lelijke rugtas, hè? Met je lelijke rugzak. Hey, jongen, af die fiets. Af die fiets, zeg ik. Ga je taser, hè, meneer, als je niet oppast? Je stilt in een overheidsvoertuig, hè? Ik ga je helpen, meneer. Tik hem, man, tik hem, man, tik hem. Ga hem te taseren, meneer. Ga hem te taseren. Hé, hey, af die fiets. Lekker dank gedaan, u. Meneer, lekker. Hé, hey, jongen, ga maar lekker liggen. Oh, meneer. Ga maar lekker liggen, jongen. Papzak. Geen overheidsvoertuig. En geen overheidsvoertuigen stelen, meneer. Meneer. Zet de deur op. Maar zet de overheidsvoertuigen lekker. Meneer. Ben je zeker? Meneer, ik trap maar over de fiets af. Ah, ja, meneer kan je aanhouden. Prima. Hij heeft ook een holster om zijn been, jongen. Of niet? Of is dat? Wat een kerel, jongen. Wat willen ze doen? Ik kan hem aanrijden, wat denk je daarvan? Een beetje een raar meneertje. Meneer, sorry. Meneer, ah! Hoi, heren. Wegwezen. Doe toch een partij irritant, jongen. Maar je kunt niet omhoog fietsen ofzo, dat is echt raar. Je kunt echt bijna niet omhoog fietsen. Maar kijk. Kerel! Ga de fiets mee, zeker. Afblijven. Af die fiets, mijn fiets. Hey joh. Waarom sla je mee? Maar mijn fiets steelt. Wat denk je zelf? Ik ga ze opzetten in de DC-garage. Wat niet doen, kerels? Oei, maar nu zijn we misdaad aan het plegen, hè? Heren, kindjes. Oei. Opnieuw. Hey, laat je zo erg bedanken als politie gaan. Ik had niet gepikt, hoor. Wat zegt u? Ik had gewoon een paar mappen van de eigen leven gegeven, jongens. Maar ja, dat. Helaas, hij die auto even inpounden. Let's go. Maar hij kan toch niet uit, dus ik kan proberen wat hij wilt, maar... Nee, hij probeert wat hij wilt, maar hij kan toch niet uit. Hij kan toch niet uit. Hoppa. Lekker doorfietsen. Mag ik een doorgang? Man, het zijn echt kindjes, maat. Uitstappen, meneer. Mag ik een doorgang? Nee, meneer, maar niet doorgaan. Ja, maar nu stelen we gewoon voertuigen, maat. Meneer, het is wel... Ja... Maar nee, dit mag niet echt, hè. Ja, we zitten hier vast. Ja, je bent hier overkomen, nee, dus blijf maar lekker zitten hier. Nou, stort, dit boeit echt niks, hier. Ik kan echt niets doen hier aan, hoor. Wat zou ik hier moeten doen dan? Echt niet serieus hierin zijn, hoor. Zoals dat iets maken als je over de hek heen klimt, dat je een ban krijgt. Zoals bij gangs, dat je gaat kloten op terreinen. Dat is ook voor bij politie gaan maken. Ja, mij boeit dat echt niet, maat, wat ze hier aan doen zijn. En we eens binnenkomen, maar ik ze opsluit hier. Ah, oh, dat is die andere, wacht, dat is die andere. Hij boeit dat echt niet, maar wat ze hier aan het doen zijn. Wij zijn er vandoor gegaan, meneer. Zijn ze vandoor gegaan? Ah, super. Ik las me van. Nee, maar hij heeft wel uw fiets gestolen, hè? Wat zegt u? Hij heeft wel uw fiets gestolen. Ah, oh, mijn fiets! Mijn fiets! Dus, nee, maar hij heeft dus een misdaad gepleegd, meneer. Potverdekken, mijn fiets.
Mijn fiets gepakt. Ik verlenen nog, ga ik even koffie voor halen wel. Ja, het is goed man. Lekker. Lekker. Ja, maar het zijn gewoon die klotters man. Kan ik het hele team halen of alleen voor u meneer? Doe maar voor u meneer, ja. Doe maar voor u hè. Ja, voor mij ook als je stopt. Nee, voor u niet. Ja, meneer, meneer moet... Voor u niet, ik vind u even niet zo aardig momenteel. Nee, meneer is heel aardig, nee hè. Wat was de auto trouwens? Zal ik even inpounden? Nee. Even doorrijden meneer. Met een fiets van de politie, waar moet dat even doen? Deuren. Bij DZ, mond er nog geen uitslag, Mattiman, dus geen idee. Deuren. Nee, je mag binnenkomen, maar ik hem lekker opsluiten. Yes, meneer, eigen fout, hè, kerel. Laat maar zitten hier. Yo! Nee. Ja, er zijn drie klotters hier op het terrein aan het. Het is niet normaal. Is het al een fiets gestolen van de politie? Een politiefiets. Jouw fiets? Of ja, ik had die gepakt om te stunt even, maar... Oh ja. Het eet in gestolen. Ja, drie mensen komen het terrein op. Die klimmen over de muur heen. Op het laatste kun je zo op de muur overklimmen, dan kom je op het terrein terecht. Ai. Ja, zijn er vanaf met klotters die het terrein op gaan. Ben je nog bezig of niet? Wat hè? Met je dingetje. Ja, ik ben er bezig, ja. Oh ja. Maar ik zou hem lekker hier laten, joh. Is de Eastome aan het kijken? Wat zeg je? Is de Eastome aan het kijken? Eastome, die is aan het kijken, ja. Ja, de Marco. De Marco, ja, die is erbij, ja. Ja, dan moet je even de groetjes... Het duurt lang, Mattiman, ik weet het, ja. Maar ja, wat doen we eraan, hè? Oei, kijk in het shoulder. Ja, meneer. Dat komt ervan als u zomaar ongevraagd ergens binnenkomt. Ik beroep me nu op mijn... Hoe zeg je dat? Wel? Ik heb mijn zwijgrecht op mijn vrijheid. Ja, prima. Van vrijheid, dat ik hier niet mag opgesloten worden in een plek waar ik niet wil zijn. Ja, maar u komt hier zelf binnen, meneer. Dat ik word vrijgelaten of ik mat ga. Maar dus, collega, of God, hè. Deze meneer klimt over het hek heen en blijft hier kloten, of steelt mijn fiets, stapt me van de fiets af. Ja, maar als ik in de gevangenis zit, dan betekent dat niet dat ik in de gevangenis blijf zitten, hè. Nee, maar ja. Meneer, kloot hier in de stad wordt niet toegelaten, hè? Hallo. Ik heb het gevoel dat u de garage erop gaat. Oh! Dat is het pech hebben, meneer, dat is het pech hebben. Nee, let hem maar even naar buiten. Ja, zeg maar. Oh, joh, dikke garage op mijn hoofd. Goedemiddag. Wat hoor ik nou, meldkamer? Wat zegt u? Hoor ik nou een meldkamer om ontvoering? Ontgroening? Ontvoering, niet ontvoering. Ah, ontvoering. Ja, ik verstond ontgroening, sorry. Dat zou kunnen. Ik heb er weet hier niks vanaf, toch? Hey, Sammy, later, bro. Hey, later, man. Yo. Nou. Hey, doei, Robin. Yo, doei. Als inbreker, ja, ro. Oh, yo. Ik heb je koffie gehaald, meneer. Ah, super. Ga eens maken, zeg. Daar gaat lekker smaken. Cappuccino. 1 seconde. Ik heb ook meteen worstbroodjes gehaald voor jullie. Oeh, dat kan ook wel smaken. Is dat geen probleem? Nee, zeker niet. Ik kan nu wel mee iets ruilen. Ik heb wel een cheeseburgertje, als je dat graag heel lust. Alles ligt op de grond voor u, meneer. Oh, 5 keer koffies. Oeh. Ja, ik had nog iets van 50 chips op me. Oh. Ik had nog 50 koffie, maar ik was toen doodgaan helaas. Dan gaan we wel smaken. Dus, dan mag ik open voor u, meneer. Is even proeven, hoor. Zo, joh. Hopelijk is het een goed koffie. Look. Ja, lekker koffie, hoor. Lekker koffie. Ah, mooi. Mooi. Als wel, ik kan nog eentje pakken, joh. Zo lekker is het. Oh nee, eerst was een broodje. Oh. Jam. Dat is een goed bakje. Oh, dat is lekker, man. Heb je de ambachtelijke bakker gekocht? Nou, ik volgens mij bij de bakker van Abel. Oh, oké. Okay. Met zijn taarten. Ik heb aan uw collega gevraagd of hij ook een kopje koffie wil, misschien. Ja, dat is lekker, maar dan blijf ik liever buiten. Nee, grap. Ik wil alle koffie voor zelf hebben. Ja, ik zal ze boven zitten, boven bij de kantine zal ik ze even neerzetten. Dan kunnen meer mensen van genieten. Dat zou ik eventjes doen. Moet ik daar via de binnenkant naartoe? Boven of, Nee, ik zal er wat neerzetten. De koffie die ik voor jou heb gekregen, zal ik even daar... Ja.
Ik kan haast niet binnen laten, meneer. Dat is tegen de regels. Nee, nee. Ik zou ook niet naar binnen gaan als het niet mag, weet je. Ik hou me een beetje aan de regels. Ja, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Goede burger ben ik wel. Ben jij misschien... Over een burgertje gesproken. Ik heb wel zin in, zeg. In een burgertje? Ja, een lekker burgertje. Nou, ik heb er één voor jou. Een cheeseburger als je wilt. Meneer, u bent veel te aardig. Ah, als u. Wat u met Willy heeft geleerd, hè. En 206 misschien wel? Ja, positief. Dank u wel, meneer. U bent de beste. Even kijken, 9 voor... Laat hem maar smaken. Nou, even kijken buiten de poort of ze nog aan het ruzie maken zijn. Nee, ze zijn allemaal weg. Top. Dun 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 dun. Dun 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 dun. 21-02 staat stiekem af. Geen probleem. Dank u wel voor u. Ja, wil u te leren, hè? Ik vind het heel fijn. Ja, geen probleem, meneer. Het is mijn, mijn plezier. Ah, dat is heel fijn om te horen. Dat is heel fijn om te horen. Maar ik heb wel dienst gaan. Ik ga even naar huis gaan. Dat is erop voor mij. Tuurlijk, meneer. Gaat uw gang. Dankjewel. Hé, hey, meneer. Misschien tot later nog, hè? Tot later. En werk ze voor de volgende werkdag. Ja. Heeft u ook werk, meneer? Of, Nee. Ik heb geen baan momenteel. Ik ben afgewezen laatst. Oei, dat is niet heel fijn. Dat is niet zo fijn. Nee, maar hé. Hey, als er weer nieuwe kansen zijn, dan ga ik waarschijnlijk gewoon de politie joinen. Hepsa, zeker doen. Zeker doen. Zeker. Zo. Zeker. Meneer, vanavond nog, hè? Hetzelfde... Moet ik u buiten laten of uit u hier zitten? Wat zegt u, meneer? Moet ik u buiten laten of voelt u blijven zitten? Oh nee, ik blijf wel. Ik kan via de poortjes voor nog even erin en eruit. Ah, dat is goed. Goeie escape. Dank u wel, meneer. En goed, fijne avond nog, hè? Hetzelfde nog. Yo. Ah, dat was wel een leuk persoon. Dat is wel een leuke man. Ja, zeer gezellig. Maar dan is denk ik wel stop, jongens. Het is weer tijd om af te gaan slowatten. Dus ja. Wel, mijn fiets is weg. Dat vind ik wel spijtig. Mijn fiets is weg, maar ja, het is niet anders. We gaan een melding van een mesje. We zijn er 200 meter uit, zou ik kijken kunnen nemen. Oeh, is hij als open of niet? Is hij dicht? De plan is met dicht. Allemaal door. Ja, ze gaan waarschijnlijk in winkel of je staat je tenminste op de grond. Ja, gijzeling. Oeh. Twee Afrikaans voor de deur. Twee Afrikaans. 16, 13, 15 zijn jullie al bij misschien wel. Yes, negatief, staat dus 10. Stad 10. Oké, dan geef ik 13, 19 en 13, 15 als we zo. Let's go! Oké, dames en heren, ik ben Mazi morgen in de middag live, dus kom kijken morgen in de middag. Zou zeer gewenst zijn, zeer leuk. Ik zei het normaal gezien ben ik in de middag live. Alleen normaal gezien ben ik in de middag live, dus... Dus ja, kom kijken morgen. Bekijk jongens, ik ga even een video delen hier in de chat. Een video die je zeker moet zien, ook zeker even reageren, zou heel erg lief zijn als je op de video reageert. En zeker even liken en bekijken, uiteraard voornamelijk bekijken. Super lief, dat is deze video. Doe het zeker, echt jongens, super leuk. Bekijk hem zeker vast. Wat ga je live morgen? Rond 2 uur ongeveer. 2 uur, 2:30 ongeveer ben ik live morgen. Dus ja, dat kun je mij verwachten. En jongens, zeker dames in de Discord server. Weet je altijd wanneer ik live ben en wanneer ik live ga. En ook van mijn video's, ben je altijd op de hoogte van alles. Dus zeker was het jonen. En ja, abonneer, want jongens, we hebben nog maar. Even kijken. We hebben nog namelijk nog maar 18, jawel, maar 18 abonnees nodig voor de 10.000, niet zo voor de 11.000, en eigenlijk 12 uur live. Dus zeker abonneren, delen, liken, dus zeker doen. Ze wordt echt gewaardeerd. Goed, dames en heren, morgenmiddag live, gewoon kijken, join mijn Discord server, weet je altijd wanneer ik live ga, of niet live ga. En ja, dames en heren, bedankt voor het kijken, en tot voor de video, of laatst met traag. Bye bye.